Zo, goedenavond mensen. Welkom bij de laatste zomertalk alweer van deze zomer. Wie is er alle vier bijgewoond? Personeel mag geen hand in de lucht steken. Ja, oh, drie. En wie is er voor het eerst? Wie heeft er geen ene? We hebben altijd, als ik vraag van wie is er voor het eerst, geldt dat toch wel voor de meerderheid van het publiek. Dat is wel bijzonder. Dus dat betekent dat gasten echt specifiek publiek aantrekken. Mijn naam is Özcan Akyol. Ik presenteer de Zomertalks voor het derde jaar op rij. Heel leuk, altijd heel gevarieerd. En vandaag hebben we ook weer iemand van wie ik denk dat een heel bijzonder persoon is. Omdat hij in zijn stijl, in zijn cartoons, in zijn duiding van wat er gebeurt in de wereld, toch wel anders is dan we misschien gewend zijn. Veel mensen zullen zeggen dat hij misschien echt wel de grenzen opzoekt. Hij zal zelf denk ik zeggen dat hij daar niet mee eens is. Dat de andere mensen gewoon heel laf zijn. Dat zal hij zeggen, denk ik. Maar dat gaan we straks horen. Hij maakt cartoons op heel veel platformen. Maar u kent hem denk ik het meest nog van NRC en van het AD en alle aanverwante kranten. Ik ben heel erg benieuwd. Het eerste uur ga ik met hem praten. En daarna, kijk, ik heb zo'n catchbox. Heel erg handig. Want dan kan ik mee gooien. En dan kunnen jullie vragen stellen. En schoon niet om vragen te stellen. Dat maakt alleen maar leuk. Want ik heb ook blinde vlekken. Ik heb mijn eigen interesses. Jullie willen weer andere dingen weten. Dus wees vooral ook onderdeel van het interview. Dan wordt het alleen maar mooier. Leert de ervaring. Mag ik voor nu even een groot applaus voor Ruben L. Oppenheimer. Zo, Ruben, ik ga je nog een keer hand geven. Ja. Heb boven ook gedaan, maar ja, dat is even allemaal heel formeel. Zo, we hebben elkaar boven even gezien en Ruben zei, hij doet het hè? Ja, je zei van levend publiek, dat doe ik bij voorkeur niet. Zo zei het niet, ik parafraseer, maar dat, ja. Vooral omdat het altijd teleurstellend is als de zaal niet uitverkocht is. Hoewel, ik moet zeggen, we hebben meer kijkers dan zomergasten, dus dat scheelt al. Yeah. Ik heb een hele tijd, deze had ik ingestudeerd, ik heb een hele tijd dit soort evenementen geweigerd. Nee moeten zeggen. En dat is tegen mijn natuur, want ik vind niks zo lekker als op een podium zitten of staan. Ik vind niks zo fijn als met mensen direct in contact treden. Ook als daar kritische vragen uit zo'n zaal komen. En ik vond dat altijd een heel belangrijk en heel fijn onderdeel van mijn werk. Omdat het natuurlijk heel eenzaam is. Je zit thuis die tekeningen te maken. Je stuurt ze de wereld in en je probeert niet te kijken naar de reacties op Twitter. Ja. Maar direct met een zaal, met publiek, in dialoog kunnen treden, vond ik heel fijn. Maar ik heb daar nee tegen moeten zeggen, omdat ik een hele tijd werd bedreigd door mensen van helaas Turkse komaf. Ja. Namelijk, naar aanleiding van een paar tekeningen die ik maakte over meneer Erdogan. Ze hebben nu mij gestuurd. Dus, ik heb een kogelvrij vest aan. Ja. En ik werd gefouilleerd net. Nee, maar is het echt alleen dan dat Turkse? Want ik las natuurlijk interviews voordat ik. Dat komt wel steeds naar boven. Is het vooral het Turkse wat jou heeft afgeschrikt misschien ook wel? Het werd bedreigend op het moment dat ik. Ik heb vijf veroordelingen in Turkije aan mijn broek. Vijf keer heeft de president van Turkije, wat ik eigenlijk natuurlijk wel heel erg leuk vind, vijf keer is de president van Turkije naar een rechter gegaan en heeft dus mij aangeklaagd. Ik ben onder andere veroordeeld voor een artikel in de Turkse wet die bestialiteit, homoseksualiteit en prostitutie en pedofilie, geloof ik, behandeld. Omdat ik een tekening had gemaakt waarop hij iets deed met het Twittervogeltje. Ja. En omdat zijn navolgers hier in Nederland dat heel serieus namen, kreeg ik op een gegeven moment heel vaak en heel veel in die periode hele vervelende dingen. Maar je bent echt gevonnist ook. En wat was dan de straf? Nou, een vriend van mij, die Turks is, die is vervolgens naar Turkije gegaan. En het enige wat hij deed was op Twitter, nee, op Facebook, die tekening van mij niet eens delen, maar schrijven van jongens, Ruben is cartoonist. Hij schreef dat in het Turks en het Nederlands. Ja. Dit is zijn werk. Als je niet met hem eens bent, ik ben het ook niet altijd met hem eens, laat het hem weten, maar bedreig hem niet en laat zijn familie met rust. Ja. En enkel en alleen omdat hij dat heeft gedaan, heeft hij in Turkije 7 weken vastgezeten. Hmm. Om, 7 weken vast. Omdat hij zich als een soort handlanger manifesteerde. Ja, ja. Hoe noemen ze dat in Engels? To abide of zoiets. Mm-hmm. Ik weet het in Nederlands. Er is een Nederlandse term voor.
Als je dus iemand die... Weet iemand het in het publiek? Iemand die een criminele handeling... Medeplichtigheid. Medeplichtigheid, ja. Hij was medeplichtig. Dus inderdaad, handlanger, medeplichtig, ja. Maar dat, dan blijft even de vraag om beantwoord van... jij bent gevonnis, maar wat is jouw straf geweest dan? Dat ik hier nou hier moet zitten, dat is een taakstraf. ik ben veroordeeld. Ja. En waarschijnlijk als ik nog een keer naar Turkije zou gaan, wat ik niet doe, ik ben geen Ebru Umar. Ja. Ik bedoel, ik zou waarschijnlijk meteen worden opgepakt. Columnisten die ook allerlei dingen schreven over Erdogan. Ja, en die ging vervolgens op vakantie naar Turkije. Ja, heel slim. Dat zat zijn huis, geloof ik. Maar jij gaat hier naar Turkije omdat je bang bent... Dat je dan een straf... Ik ben niet bang, Nee, maar je bent voorzichtig, omdat je dan een straf moet uitzitten... Nee. Maar je weet niet precies welke straf. Ik zou waarschijnlijk meteen op de luchthaven worden gearresteerd. Ja. En dan krijg je een soort van mediacircus. En dan word ik waarschijnlijk vastgezet. Heeft iemand de film Midnight Express gezien? Google het straks even. Ja. Dan komt er een circusopgang en na twee weken mag je dan weer naar Nederland. Dan mag ik weer terug en dan mag ik overal aanschuiven bij al die programma's waar ik heel weinig zin in heb. Waar je ook niet meer graag komt, begrijp ik? Nee, maar dat heeft een andere reden. Dus los van... Zo slecht. Ja, nou ja, we hebben heel veel tijd. Hè? Dus levend publiek is een dingetje, maar talkshows zijn ook een dingetje geworden. Daar kom je ook niet meer graag. Laten we het eerst even over dat leven in publiek hebben. Ja. Ik had dus dat gedoe met die Erdogan. Mm-hmm. Toen dacht ik, nadat ik op een gegeven moment ook telefoontjes kreeg... er liepen rare mensen langs mijn huis. Telefoontjes van mensen? Midden in de nacht. Turks achtergrond, ja. Dat, nou ja... ik ga het gewoon een keer vertellen. Ik werd op een gegeven moment midden in de nacht opgebeld. En ik werd uitgescholden en bedreigd. En die persoon die dat deed, die was zo slim om dat niet met een afgeschermd nummer te doen. Dus ik de volgende ochtend voor de zoveelste keer naar de politie. Ik zeg, deze keer hebben we bingo, want ik heb een telefoonnummer. En toen werd er het een en ander even besproken. En op een gegeven moment moest ik weg. Je komt dan in zo'n kamertje met wat... Toen vroegen ze of ik even weg wilde gaan. Maar ik hoorde wel nog waar ze het over hadden. Het was het broertje van... Het is een jongen van 16 of zo. Die had de telefoon van zijn zus... gepakt om mij te bedreigen. Ja. Maar hun broer was een Syriëganger. Okay. Dus dat was een knul van in de 20 die richting Syrië is gegaan om zich daar aan te sluiten bij IS. Ja. En zijn jongere broertje die dacht van, nou, dan ga ik hier een daad stellen. En we hadden het net heel eventjes, we hebben elkaar even 2 minuutjes gesproken. Mijn broer is ook hier. Ik heb een oudere broer waar ik als kind enorm tegen opkeek. Ja. Nou ja, je wordt... Nog steeds wel, toch? Je wordt wat verstandiger. Nee, ik ben nog steeds heel trots op mijn broer. Aaron. Maar ik denk, als ik al... Ik heb dus heel veel dingen in mijn leven gedaan als kind en als jong volwassene... omdat ik mijn broer wilde kopiëren. Mijn broer was heel jong al met politiek bezig. En dat is er bij mij een beetje ingecijpeld. En dan denk ik van, als zo'n knul... van zo'n 16-jarige knul ziet dat zijn broer van, laat zeggen, 324 uitgereisd naar Syrië om te sterven voor het kalifaat. Ja. Ik wil dan niet bij elkaar gaan hoeven optellen wat zo'n knulletje misschien zou kunnen doen als die erachter komt waar ik woon. Dus jij dacht van, die jongen die zou zomaar mij kunnen vermoorden omdat hij... Of een klap op mijn gezicht geven, maakt niet uit. Zo'n broer dat voorbeeld heeft, hij gaat ver voor het geloof en... Waarin hij... Ik weet niet eens of dat voor het geloof is. Maar we zijn allemaal wel eens in een leeftijd geweest... waar je misschien gekke dingen doet. Syriëgangers gaan meestal wel voor het geloof, denk ik. Daarin. Ik heb het over die broer, dit jochie. Ja. Dat jochie van 16 of... Laten we zeggen, ik heb geen idee. Hij was ergens rond die leeftijd. Ja. Je kunt je voorstellen dat zo'n knul opkijkt tegen die broer... die wel is afgereisd voor dat kalifaat. Ja. Hij is daar nog iets te jong voor, maar wil misschien... haalt zich iets in zijn hoofd... En toen ik een paar keer van dit soort dingen meemaakte... Mm-hmm. Toen dacht ik van, ja, maar waarom zou ik mijzelf en het publiek onnodig in gevaar brengen? Ja, ook dus, het publiek. Daar hield je ook rekening mee. Een van de belangrijkste redenen waarom ik het uiteindelijk... waarom ik heb, ik zat ook geregeld in een radioprogramma... Mm-hmm. De zondagochtend van de plaatselijke omroep. En in die tijd werd er op een gegeven moment in Denemarken... waar ook zo'n formule bestond, zo'n politiek café... Ja. Werd daar door de ruit van buiten naar binnen... geschoten. Ja. En toen is het niet die cartoonist die daar zat geraakt, maar gewoon iemand die in het publiek zat. Mm-hmm. Ik zou denk ik niet kunnen leven met het idee dat omdat ik zo nodig die tekeningen moet maken en erover wil babbelen, mm-hmm. dat iemand die daar 's ochtends komt zitten, die misschien niet eens voor mij komt, maar voor een van de andere gasten, daar zijn leven moet laten. Mm-hmm. Toen dacht ik van, dit ga ik dus niet meer doen. Zo belangrijk is het ook weer niet. Het belangrijkste zijn die tekeningen. Het belangrijkste is dat ik niet zwijg en dat ik
die tekeningen blijf maken en blijf publiceren zonder blad voor de mond. Als dat betekent dat ik die zondagochtendbabbels niet meer moet doen, ja, of dat ik af en toe niet meer voor publiek kan zitten, ja, dan is dat een kleine prijs die ik betaal voor het feit dat ik dat werk wil kunnen blijven doen. En tegelijkertijd zeg jij net tegen ons, ik ga het nu maar een keer zeggen van die Syriëganger, ja, en broertje vooral. Dat betekent dat je het eerder niet hebt gezegd. Dus dat, dan heb je toch gezwegen. Omdat ik jarenlang geluisterd heb, je krijgt dan allerlei goed bedoelde adviezen van de politie. En ik heb jarenlang geluisterd naar het advies om gewoon niet over dit soort dingen te praten. En als er aan mij werd gevraagd van, word je beveiligd of is er iets van, dan zei ik altijd van, ja, daarover doen wij geen uitspraken. Nee, maar serieus, hoe minder mensen van je weten, hoe beter. Ja. Ik heb ook jarenlang niks meer verteld. Vroeger deelde ik alles, net als jij, alles maar op de social media. Volgt iemand de Eus? Wie volgt mij? Nee. Ja. Ik bedoel, hij heeft hele leuke kinderen, maar als zijn dochter dit doet, foto, ja, Facebook en gewoon echt binnen 5 minuten 3000 likes. Ja. Ik vind het fascinerend, maar waarom observeer je dit eigenlijk? Omdat ik dit zelf ook heel leuk vond. Ik vond het ontzettend leuk om iets van mijn persoonlijke leven te doen. Het is een soort heimwee ook naar vroeger, wat je niet meer kan doen. Ja, ik had een gezinsleven. Ik was getrouwd, ik had een vrouw, ik had een stiefdochter. Waar ik 6, 7 jaar de verantwoordelijkheid voor heb gehad, medeverantwoordelijkheid voor heb gehad, die bracht ik ook in gevaar. Want ik deelde onze vakantiefoto's op Facebook. Ik deelde onze gezellige avondjes. Ik deelde de dingen van. En dan krijg je op een gegeven moment berichten, omdat ze jou proberen te pakken. Ja. En dat zul je misschien helaas ook wel eens meemaken. Ja. Dan denken ze, ze kunnen jou bereiken door misschien je vrouw of je familie te beschimpen. En toen kreeg ik op een gegeven moment berichten. Ik kreeg foto's te zien van mijn toenmalige vrouw. En daar stonden dingen op die ik niet ga herhalen hier. En mijn stiefdochter kreeg ook op school dingen te horen. Mm-hmm. Van, is dat jouw stiefvader? Is dat jouw stiefvader? En ik ben toen ook daar mee gaan afvragen. Van, in een normale ideale wereld zou je gewoon je persoonlijke leven en je privéleven en je werkzame leven, dat zou in die zin gescheiden moeten kunnen zijn, dat als iemand jou een lul vindt of jouw werk een lul vindt, ja, dat ze je privéleven met rust laten. Maar helaas wonen wij niet in zo'n wereld. Nee. Dus ik ben toen heel veel gaan verbergen. Ja. Ik ben niks persoonlijks meer op televisie of in social media gaan vertellen. Met als resultaat, het dieptepunt was op een gegeven moment, er is een documentaire gemaakt over mijn werk en mijn leven. Die is vorig jaar op tv gekomen. Het Uur van de Wolf was het, toch? Ja. Daarin heb ik echt alles over mijn werkzame leven is gefilmd, mochten ze filmen. Maar ik heb niks, zelfs tot aan de buitenkant van mijn huis, niet in beeld willen brengen. Nee. Dus mijn huidige vriendin, waar ik al 2 jaar mee ben, die was er toen nog niet. Mijn toenmalige scharreltjes mochten niet in beeld komen. Had een andere reden. Ja. Maar dus ik heb dat privéleven zo ver afgeschermd. Ja. Met als komisch bijeffect dat ik op een gegeven moment een goed bedoeld bericht kreeg via een of ander social medium van een meneer die zei van, ik denk dat een deel van uw probleem uw geaardheid is. Nou ja, uw geaardheid. Uw geaardheid. Omdat er niks over mijn privéleven kwam. Oh, ja. Mijn moeder kwam in beeld. Ja. Ze zijn altijd heel erg goed met hun moeder. Er werd niks gezegd over mijn relaties. Relatie. En daar komt hij. Ik heb een Pomeriaan. Zo'n klein, fluffy, wit hondje. En die kwam ook prominent in beeld. Dus die meneer die had elkaar opgeteld. Ja, dat is gewoon een homo. Die heeft geen probleem met Erdogan. Hij heeft een probleem met die Turken, omdat hij homo is. Dus ik praat heel veel met mijn handen. Dat schijnt ook. Ja. Daar moet ik heel erg om lachen. Ja. En eigenlijk vind ik dat, ik vind dat eigenlijk een van de leukste dingen die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ja. Omdat ik dus blijkbaar mijn privéleven zo goed heb weten af te schermen. Ja. Niet omdat ik het privéleven zo geheim vind, maar omdat ik die mensen, ik wil eigenlijk niemand die toevallig met mij bevriend of in een relatie is, belasten met die onzin die ik. Ja. Zou je zeggen dat je een relaxed persoon bent? Ik? Ja. Die had ik niet zien aankomen. Relaxed, ik? Ja, ben je ontspannen? Ik ben nu heel ontspannen. Ik praat heel veel. Nee, in algemene zin. Ben je ontspannen? Of ben je altijd... Kan er een microfoon naar mijn broer? Of ben je altijd prikkels aan het verwerken? Ik ben altijd, ik sta altijd aan. Ja. In zoverre zelfs dat ik gisteravond nog migraineaanval heb gehad. Ja. Ik heb out of the blue soms migraine.
Ja. Die alleen niet als ik werk. Omdat je overbelast bent? Het staat continu aan. En dat is eigenlijk een zegen, een verkapte zegen. Wanneer is dat ontstaan? Wanneer begon dat? Wanneer begon die onrust in je hoofd? Ik kan me niet anders herinneren. Je weet niet beter? Daar gaat het kunstgebied. Ik kan mij niet anders herinneren. Ik kan mij niet anders herinneren dat ik altijd associaties had. Maar alleen associaties of ook onrust, ongemak? Ik was... moeder zijn, alertheid, wat is dat precies? Ik moet jonger zijn geweest dan... Ik moet ongeveer 4 jaar zijn geweest. Mm-hmm. 4 jaar en ik lag in mijn kinderbedje op de raffineursdonk in Maastricht. Mm-hmm. En ik zie de gordijnen nog voor me, oranje, wit, bruin. Prachtige jaren, eind 70, begin 80 kleuren. En ik lag na te denken over het feit dat de zon een keer zou ophouden met branden. Mm-hmm. En dat die zou ontploffen tot supernova. En ik raakte in paniek. Mm. 4, ja. Mind you. Ja. En vervolgens begon ik na te denken over alles wat mis kon gaan in de kosmos. Niet met mijn persoonlijke leven, maar alles wat mis kon gaan. Met de wereld. Met de wereld, met het heelal, met de uitdijing, belachelijke zaken waar je... Ja. En toen dacht ik letterlijk, ik hoorde een stem tegen me zeggen... Ruben, je bent potverdomme 4, je hoort je... Misschien was ik 5. Ik wou net zeggen. Misschien was ik 6. Ja, je was in elk geval. Mijn broer weet het vast wel beter dan... Maakt niet uit, je was heel jong. Dus letterlijk hoorde ik een stem in mijn hoofd zeggen, hier hoor jij je niet mee bezig te houden. Een corrigerende stem? Mijn innerlijke stem, die eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, tegen mij praat. En dit klinkt nou misschien een beetje pathetisch. Nou ja, maar nee, het klinkt niet je eigen verhaal afzwakken. Het klinkt niet pathetisch. Maar dus jij ging tegen jezelf praten, onbewust. En je moest jezelf corrigeren. Ik hoorde letterlijk, hier hoor jij je niet mee bezig te houden. Mm-hmm. Hier hebben jouw leeftijdsgenoten, die zijn hier niet mee bezig. En tegelijkertijd zijn het ook van, maar die stem is niet weg. Die stem is er nog wel. Die is er constant. Alleen ik ben veel beter erin geslaagd sinds ik iets ouder ben geworden om met die stem in dialoog te gaan. Is die stem ook rijper geworden door de jaren heen? Jij bent rijper geworden, maar is die stem ook rijper geworden? Bij vlagen denk ik wel. En ik merk dat ik met het ouder worden er beter in slaag om naar die stem te luisteren. Ja, want dat wilde ik ook weten. Is die stem dan een soort van een vriend, medeplichtige? Ja. Of is die stem ook wel een... Nee, het is geen vijand. Het is niet een stem die mij corrigeert in die zin dat hij iets anders wil dan ik. Nou ja, die wil het beste met mij. Die stem wilde wel dat je niet ging kijken en na ging denken over een apocalypse of weet ik veel wat. Ik moet me trouwens even corrigeren. Ik kan geen 4 zijn. Ik moet 5 of 6 zijn geweest. Ik moet ietsje ouder zijn geweest. Ja, dan is het wel een heel raar. Jij bent een cartoonist en je mag de dingen inkleuren zoals je wil. Dus, ik weet nog, ik kwam net uit de baarmoeder en ik denk van, dat licht ooit houdt het een keer op. Ja. Ik ben beter in staat om die stem, om echt naar die stem te luisteren. Ja. En waar ik aan moet denken is een periode die ik heb meegemaakt net aan het begin van de coronaperiode. Ja. Ik lag in 2019 in scheiding, helemaal mijn schuld. Goddank. En in eind 2019 dacht ik van, freedom, horrible freedom. Laten we eens kijken wat er nog meer in de wereld te kijken is. En toen had ik Tinder ontdekt. Nou, daar ging een wereld voor me open. Mm-hmm. En toen kwamen de eerste berichten van een nieuw virus. Dus die wereld die was net helemaal open gegaan. Die klapte meteen weer dicht. En dat is... Ik maakte gelukkig nu een grap over, maar dat ging niet alleen maar over daten. Het ging ook over het feit dat je ineens, nadat je jarenlang in een relatie hebt gezeten, in relaties hebt gezeten, want ik was aan en af daarvoor met het huwelijk erbij, 19 jaar lang in relaties. Ja. En in één keer was ik niet alleen, maar in één keer was ook de hele wereld op slot en kon ik niet eens naar de kroeg. En ik heb echt moeten leren hoe je dat doet, alleen zijn. Ik kon dus niet alleen zijn. Want waarom kan jij niet alleen zijn? Kan je dat uitleggen? Ik denk dat ik toen vooral niet alleen kon zijn, omdat ik even niet meer wist hoe dat moest. Maar heb je bevestiging nodig of wat? Nee, ik miste vooral gewoon de aanspraak. Heel lullig. Ik denk dat ik daar helemaal niks geks mee zeg. Maar dat moet van een vrouw zijn dan?
Jou of een hond? Nou ja, je kan ook een vriend bellen, toch? Ja. Als je wat wil. Even serieus. Als je... Kijk, laat ik zo zeggen. Ik heb nu een relatie op afstand. Ja. En dat is perfect. Dat is hartstikke fijn. Want we zien elkaar wel. En dan weer 2 weken niet. En dan weer wel. Heerlijk. Ja. En we zijn allebei ongeveer... Nou, zij is nog iets chaotischer dan ik. Tenminste, qua denken en snelheid. Ja. Dus dat klettert soms behoorlijk op elkaar. En dat is heel fijn. Maar dat kan na 2-3 dagen ook wel even heel erg niet fijn zijn. En dat werkt heel goed. En dan vind ik het ook helemaal niet erg om daarna weer een weekje alleen te zijn. Ja. Maar dat is een keuze. Op het moment dat in één keer de wereld stopt met draaien en alle cafés dichtgaan en er ineens niet eens meer... alles wat vanzelfsprekend leek, is ineens niet vanzelfsprekend en heeft planning nodig en de spontaniteit is weg. En je bent alleen. Ja. Dat is mij heel zwaar op mijn dak gevallen. Ja. Ja, maar je zou ook kunnen denken, dit is een goudmijn voor een cartoonist. Ja, dat dacht ik de eerste 3 weken. Want toen had ik al mijn tekeningen gemaakt die er te maken waren. Toen dacht ik van, en nu vind ik dat het genoeg is. Ja? En nu, ja, nu moeten we maar weer gewoon. Je dacht niet, dit is allemaal zo absurdistisch en raar wat er allemaal gebeurt. Ik moet je hebt zo te horen een hele leuke tijd gehad, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want het was overal rustig op straat. Ja. Ik hou van rust. Maar ik denk vooral nu even in vanuit jouw perspectief, tenminste ik vul dat in. Mm. Dat zijn ook beelden, taferelen die we zien, die we niet meer gaan terugkrijgen. Dus dat lijkt me bij uitstek... Mag ik dat zwart op wit? Nou ja, ik hoop het dat we dat niet gaan terugkrijgen. Maar goed, je zit midden in iets wat nog nooit is voorgekomen. Dat vond ik heel interessant. En wat ik heel interessant vond... Maar ik vertel dit namelijk omdat ik een punt wilde maken over dat stemmetje. Want dat stemmetje, daar ben ik toen weer naar gaan luisteren. Ja. Kom ik zo op. Mocht ik het vergeten, moet iemand zo direct even roepen. Nee, ik ben hier ook. Die eerste weken, maanden... Ja, maar ik neem jou niet helemaal serieus. Iemand die dit niet lockdowns fantastisch vond. Die eerste maanden, weken, zag ik het inderdaad als iets heel interessants. Oké, ik zag mijn investeringen en de prijs van de bitcoin heel erg naar beneden... grote fout. En heel erg naar beneden gaan, heel snel. En, ja. Maar ik dacht wel, het is heel interessant wat er gebeurt. Natuurlijk, weet u nog dat het zo'n fantastisch weer was in die eerste week? Ja. En de luchten waren... Ja. Ik heb nog nooit zo'n blauwe lucht gezien. Ja, het was stil, er was geen verkeer. Ik woon in de binnenstad. Ja. Dus dat was wel fijn. Ja. Een paar dagen. Ik herinner me, op een gegeven moment sta ik in de supermarkt. En ik denk van, ja, laat ik dan ook maar wat extra wc-papier pakken. En ik kijk naar die wc-rol. Ik denk van, ik ben toch niet meer joggen. Dus ik legde die weer terug. Dus ik vond het wel heel interessant, heel grappig, heel leuk om te zien hoe... ook in de eerste weken mensen heel vriendelijk werden. Ik woon in een straat waar iets verderop een bejaardenhuis is en een sterfhuis. Mm-hmm. En een hele leuke straat verder. Maar wat mensen gingen doen, er kwamen van die initiatieven dat muzikanten, die toch nergens meer terecht konden, die gingen dus voor die bejaarden spelen. Ja. Die gingen dus op straat staan en die bejaarden die zaten opgesloten met briefjes, laat me eruit. En, ja. Maar ik vond het zo mooi hoe het in eerste instantie het mooiste in de mens boven kwam drijven. Mm-hmm. We gaan niet het boek van Rutger Bregman... Rutger Bregman, dat alle mensen deugen. Ja, dat of de meeste mensen deugen. Ja, dat gaan we nou niet hier herhalen. Ja. Maar dat klopte wel iets. Er zat dat dunne laagje vernis, als je eraan krapt en de mensen worden een soort beesten. Ja, dat klopte dus niet. Dat dunne laagje vernis, dat was een hele dikke laag eelt. Ja. En het duurde echt wel ongeveer tot de tweede lockdown, totdat die beesten in sommige mensen naar boven kwamen. Maar was die stem toen ook bij je in die fase? Goed dat je erover begint. In die fase heb ik die stem, die heeft mij... die stem en mijn hondje en mijn lieve broer, waar ik dagelijks contact mee had. Ja. Hij zat hier in Groningen, ik in Maastricht, maar we hadden nog nooit zo'n goed contact als in die tijd. Ja. Maar die stem die heeft mij af en toe echt vermanend toegesproken. Misschien was ik het zelf. Ja. Maar in die tijd heb ik echt vaak moeten luisteren naar iets waar ik nogal de neiging toe heb om terug te kijken. Ja. Want ik vertelde net, ik was net in scheiding. Ja. Ik had net wat beslissingen genomen die mijn leven een hele andere richting uitbrachten. Mm-hmm. En dan ga je denken van, heb ik er wel juist aan gedaan? Had ik niet? En die stem zei steeds, hou eens op. Jouw leven ligt niet daar. Yeah. Jouw leven ligt daar. En echt zoals ik het nu zeg. Ja. Godverdomme. Oh, die stem werd boos. Die pakte me... God, het lijkt wel een EO-programma aan het worden. Ja. Jij begint over stemmetjes, dus ik ga erover door. Ja. Ik kan wel zeggen over die stem, maar die stem die was er nou helemaal. Ja, maar die stem heeft mij zo nu en dan als het nodig was...
echt bij de les gehouden. Ja. Dus, en in die zin, want daarom begon ik hierover. Je vroeg net van of ik met die stem ontwikkeld, of die stem ontwikkeld is. Of die rijper werd, ja. Die stem was vroeger meer iets, een soort van twijfel. Ja. Misschien dacht die stem juist de vraag gesteld van, heb je het wel, had je misschien niet? En nu had ik meer de indruk dat die stem degene was die juist zei van, dit heeft geen zin. De stem werd dominanter. Ik weet niet of dat de juiste omschrijving is. Nou ja, in elk geval zoals jij het nu beschrijft. Belangrijker. Wat belangrijker. Ja. Ik maakte hem misschien belangrijker. Ik ben echt daarna gaan luisteren. En kan je wel zonder die stem? Als je stem morgen vertrekt, wat blijft er van jou dan over? Een lege huls en een niet goed zittend. Nee, even serieus. Die stem die stuurt jou bij, heb ik de indruk. Die vermaand toespreekt, af en toe corrigeert, af en toe richting geeft. Als die stem er niet is. Hij is al een hele tijd, is die dus gelukkig niet meer zo vermanend hoeven zijn. Nee. Wat doet die stem nu? Nou ja, ik heb soms wel een soort van dialectiek in mijn hoofd over werk, over tekening, over keuzes, over onderwerpen. Mm-hmm. Maar ook over het natraject. Dus inderdaad over de reacties die ik niet eens meer hoef bij te houden om mijn werk goed te vinden. Ik ben ontzettend tevreden met wat ik doe, met hoe ik het doe. En met de totale vrijheid die ik heb, maar die ik ook kies. Ja. Ik kies ervoor om, laatst vroeg iemand aan mij, maak je andere tekeningen voor het AD dan voor de NRC of voor de Limburger? Toen dacht ik, ja, het zal wel, maar daar hou ik me niet mee bezig. Ja. Ik hou me er dus niet mee bezig. Wie 's ochtends die krant vastpakt, en dat klinkt een beetje arrogant, alsof ik de wijsheid in pacht heb en de lezer bekijkt maar wat hij ermee doet. Dat bedoel ik niet. Ik vind niet dat ik moet gaan bedenken wat de lezer van die krant van mij verwacht. Nee, die lezer van die krant die verwacht, als hij al iets van mij verwacht hij dat ik hem of haar verras. Ja. En dat ik iets laat zien van mezelf of van mijn gedachtegang. Zullen we even teruggaan, neem inderdaad een slok. Zullen we even teruggaan naar of je nou 5, 6 of 7 was, dat maakt niet uit. Je hebt al verteld dat je een broer hebt, maar je hebt ook een zus. Mm-hmm. Jij bent het nakomertje geweest, toch? Ja. Was je een ongelukje? Of, een gewenst ongelukje. Een gewenst ongelukje. Een schitterend ongeluk. Ja. Wat was dat voor gezin? Was het een gezin waar het werd aangemoedigd om excentriek te zijn, om artistiek te zijn, om anders te zijn? Of was het juist dat je in een keurslijf werd opgevoed? Wat was dat voor gezin? Aangemoedigd om excentriek te zijn, zal ik niet zeggen. Mm. Mijn moeder is van 1942. Mm. Vader was van 33. Dus dat is een generatie die over het algemeen... vooral mijn vader was een beetje van de ouders, nogal van de oude stapel. Ja. Maar wat wel werd aangemoedigd, was het volledig benutten en najagen van je talenten. En welke talenten had jij op jonge leeftijd? Ik kon ontzettend goed ouwe hoeren. Veel praten. Maar dat was niet het talent dat ik moest najagen. Nee, ik was van jongs af aan was ik aan het tekenen. En hoe ontstaat, zeg maar... Kijk, elk kind moet tekenen op een gegeven moment op school. Maak een tekening, zeggen ze dan. En dat hoefden ze tegen mij niet te zeggen. Dat deed jij al. Ja. En je kon het ook, werd al vrij snel zichtbaar dat je begenadigd was daarin. Ik was ongeveer zo oud als dat moment dat ik in dat bed lag. Dus laten we zeggen, ergens tussen die 4 en 7. En juffrouw Kitty, geloof ik, heette ze. Die haalde, of juffrouw Gertie, een van de twee. Mm-hmm. Die haalde tijdens het tekenen, we zaten in de Sinterklaastijd, dus er worden stoombootjes getekend en Sinterklaas. En Zwarte Pieten, dat mocht toen nog. Ja. En toen pakte op een gegeven moment de juf mijn tekening. En die hield ze op voor de klas. En die zegt, jongens, kijk eens wat een mooie tekening Ruben heeft gemaakt. En dat moment, dat herinner ik mij zo goed. Omdat dat de eerste keer was dat iemand, anders dan mijn moeder bijvoorbeeld, zei dat mijn tekening mooi was. En blijkbaar zo mooi dat de andere kinderen dat ook moesten zien. Ik zie nu nog dat je trots op was op dat moment. Ja, dat was ontzettend. Dat was echt een heel belangrijk moment. Want op dat moment merkte ik dus dat door iets te doen wat voor mij gewoon leuk en normaal was, dat je daar andere mensen ook een plezier mee kon doen. Want dat werd er oh en a geroepen. Mm-hmm. En eigenlijk is dat nooit meer opgehouden. Want je ging verder tekenen. Maar maakte jij dan ook, wij hebben allemaal getekend vroeger, maakte jij dezelfde tekeningen als wij? Dus een huis, een zon, een auto? Of maakte je andersoortige tekeningen? Ik denk dat ik die eerste tekeningen, dat zullen ook van die bezemsteelhandjes zijn geweest. Ja. Maar dan wel met een opponeerbare duim. Maar
Ik was alleen nog maar aan het tekenen. Tekenen. Ik herinner mij, mijn jeugd is alleen maar tekenen. En mijn moeder die mij echt hopeloos naar buiten probeerde te krijgen. Ja. Mijn broer, dat was er eentje van buiten ravotten en voetballen en vriendjes en ruzie. Ja. En ik zat alleen maar te tekenen. Ik kreeg op een gegeven moment, werd er aangebeld. En dan stond er een vriendje voor de deur van, mag u bent buiten komen spelen? Ja. En dan zei ik tegen mijn moeder, nee, want jij moest tekenen. Ja, en ja. Kan jij nu jouw tekenwoede uitleggen? Want wat was dat voor iets? Waarom? Het moest. Ik moest bijvoorbeeld, ik had van die thema's. Ik denk dat ieder kind dat heeft. Dus op een gegeven moment, ik was al heel jong, helemaal geobsedeerd door vliegtuigen en raketten en alles wat het luchtruim kon kiezen. Ja. Dus boeken opzoeken. Hoe ziet zo'n Saturnus V raket eruit? Hoe ziet een Boeing 747 eruit? Ja. Die motoren helemaal bekijken. Proberen die vleugels uit alle standen. Ja. En Donald Duck. En hoe deed je dat dan? Want kijk, nu heb je internet en dan kun je alle foto's zien boeken. En weet ik wat. Je haalde uit boeken. Ofwel boeken uit de boekenkast of de bibliotheek. Of op een gegeven moment heb ik zelfs ook in de eerste paar jaren van mijn carrière als cartoonist. Toen nog geloof ik nog net wel of geen internet. Tenminste, je moest nog inbellen. En ja. Google bestond nog niet. Dus je moest, ik weet niet wat doen om. Om plaatjes van blote vrouwen tevoorschijn te halen. Maar ik had een heel archief van dieren, voertuigen, objecten. Hele jaargangen National Geographic. Ja. En dan had ik dus op een gegeven moment ook, ik ging die boekjes lezen en dan ging ik er papiertjes tussen stoppen. Ik maakte een soort systeem waarvan ik dus wist, als ik een tekening moest maken over een deux chevaux, of ik moest een tekening maken waarin een woestijnvos, dan wist ik ongeveer daar op de boekenplank staan de dieren en daar staan alle auto's. Dus ik ging dan zoeken en als ik het niet vond, had ik een probleem. Ja, het is natuurlijk een uitingsvorm om iets te zeggen, tekenen, ja. Zeker als je wat ouder bent. Maar je bent verbaal ook sterk. Dus weet je, je kent het wel, de kunstenaar. Is misschien vocabulaire niet toereikend, verlegen of weet ik veel wat. En gaat daarom maar schilderen. En daar zit alle ellende van de wereld in zo'n schilderij. Jij had wel meerdere uitingsvormen. Kan je dan verklaren waarom je toch specifiek bij de tekenen bleef hangen? Ja, dat kan ik je verklaren. Het heeft eigenlijk één heel erg belangrijke reden. Dat is papa. Mijn vader, zoals ik al net zei, die had. Mijn vader was een zakenman, had een kledingzaak. Ja. Had gelukkig voor iemand van die generatie heel erg sterk de opvatting naar mijn zus, je begon net al over haar, ja. Naar mijn broer en naar mij. Doe datgene waar je goed in bent. Niemand hoeft de zaak over te nemen. Ja. Mijn broer was heel technisch. Ja. Ga daar iets mee doen. Mijn zus hield van zingen. Okay. Ga daar iets mee doen. Ja. Ik hield van tekenen. Ga naar de kunstacademie. Ja. En daar ben ik zo dankbaar voor, omdat het eigenlijk best wel bijzonder is dat je uit een middenstandersgezin komt en dat pap niet zegt van ja, heel erg leuk dat tekenen, maar dat is een hobby. Ja, maar dan was hij toch ook weer niet zo ouderwets? Maar hij kwam van een generatie waarvan je eigenlijk kunt voorstellen dat het niet vanzelfsprekend is dat je naar de kunstacademie, Je kinderen naar de kunstacademie laat gaan. Maar mijn vader die zag, dit is jouw talent, hier moet je mee verder gaan. En ik was verbaal goed en ik hield van. En sprak je dat dan ook uit? Ja. Dus er wordt er wel eens gezegd van mensen van een bepaalde generatie die praten heel weinig, die morsen geen woorden, maar hij. Het was zelfs zo erg dat hij, toen ik nog een kind was, heeft een keer al mijn tekeningen bij elkaar genomen en is daarmee naar de redactie van de krant met mij. En welke krant? De Limburger. En ik geneerde me kapot. En ik zag, ik zei, het is nog niet goed genoeg en ik zit nog op school. Ik wil het laten zien. En die man die jaren later mijn chef werd, die zei van ja, heel goed, maar maak je middelbare school maar af en ga daarna maar naar. Maar zo trots was hij en zo overtuigd ervan dat ik succesvol zou worden. Okay. Oh, dat is mooi. Dat is mooi, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar je had het net erover dat ik, dus dat verbalen, dat had ik ook. En ik vond het ook als kind al heel fijn om op een podium te zitten en aandacht en een liedje te zingen of een sketch op te voeren. Mm-hmm. Dus ik heb ook een hele tijd gedacht, misschien kleinkunst. En wat is er leuk aan die aandacht? Het is niet de aandacht. Want dat zei je zelf. Nee. Zeg ik aandacht? Ja, je zei aandacht. Kan iemand dit even terugspoelen? Nee. aandacht. Als ik dat zei, dan was dat dat Freudiaans. Wat ik eigenlijk bedoel is bewondering. Nee. Ik vond het. Ik vind het fijn om. Ik vind het sowieso fijn om met mensen te communiceren. Ben je ijdel? Een beetje.
Ja. Ja. Kan toch ook ijdelheid zijn? Ja, maar dat is, nee, het is meer dan dat. Want ja, ik ben niet zo ijdel dat ik bijvoorbeeld overal ja tegen zeg als ik maar met mijn kop ergens kan komen. Mm-hmm. Ik vind wel dat het moet zin hebben. En waar ik van hou, ik hou van communiceren. Toen ik werd gevraagd om of ik hier zin had om hier te gaan zitten, vroeg ik eerst van wie is de presentator. Ja. En ondanks dat... Nee. Nee, maar eventjes, even, het wordt een beetje klef, maar ik dacht van, ja, dit kan een leuk gesprek worden. Mm-hmm. Ik heb ook heel vaak tegen dingen nee gezegd, ook tegen televisie. Ja. Dat is één programma, ik ga niet de naam zeggen. Ja. Het is een programma, dat bestaat niet meer, dat had maar één letter. En daar werd ik om de haverklap voor gevraagd. En ik dacht van, ik vind jou, je bent eigenlijk een goede interviewer. Ik heb me ooit een keer, toen ze nog voor een ander programma werkte, ja, laten interviewen. Maar ik dacht van, dit programma is zo slecht. Ja. Ik ga hier niet zitten. Ja. Ik ben gevraagd voor wie is de mol? Kunt u het zich voorstellen? Ja. Ik ben toch geen spelletjeskandidaat? Ja. Dus dan kun je zeggen van, ja, daar ga je zitten. En dan, niet wie is de mol? Hoe heet dat andere? Expeditie Robinson. Nee, niet op een eiland. Slimste mens, dat was hem. Ja. Ja. Nou, ik kijk dus bijna geen televisie. Ik weet dat de spelletjes bestaan. En ik denk van de slimste mens, ja, daar ga je niet zitten. Maar je wist wel dat Margriet van der Linden heel slecht was. Dat wist ik wel, ja, uit ervaring. Ja, ja, ja. Nee, maar ik... Als ik dus inderdaad ijdel zou zijn, ja, dan zou ik overal ja tegen zeggen. Ja, maar je kan ook ijdel zijn in wat je nu doet, hè? Je kan ook ijdel zijn in zeggen van dat je neus ophaalt voor dat soort dingen. Dat is ook ijdelheid. Nee, dat is arrogant. Ja. Ja, ja, goed, dat zijn vaak broers of zussen van elkaar. Ja, dat zijn stiefbroertjes. Ja. Wat ik leuk vond aan op een podium zitten of staan of in gesprek met iemand gaan... Tot nu toe is het dus niet ijdelheid, niet de aandacht. Dus het blijft heel weinig over, hè, op een podium. Het is een klein beetje ijdelheid, maar het is ook iets anders. Ja. Ik ben er werkelijk van overtuigd dat in een goed gesprek... Mm-hmm. En daar mogen mensen bij zitten... dat je ten eerste iets over jezelf kunt leren... Ja. En iets, in tweede instantie iets van jezelf kunt laten zien. Ja. En maar heb jij jezelf al doorgrond dan? Vanavond? Nee, gewoon überhaupt in dat hele... Je hebt verteld al die stemmetjes en die moeilijke fases die je hebt gehad in je leven. Relaties die uitgingen. Een Turkse president die je wil pakken. Ik kan me voorstellen dat je aan contemplatie gaat doen ergens. En denk van, ja, wat ben ik eigenlijk voor mannetje? Waarom kom ik altijd in dit soort situaties terecht? Dus dat zou dus een proces, want dan heb je jezelf misschien doorgrond. Ja, je wilde ook de conclusie. Nou, nee, helemaal niet. Maar omdat we het hebben van... Het ging eigenlijk heel sec van... Waarom gaat... Jij zei al, op jonge leeftijd vond ik het podium leuk. Verbaal was ik sterk. Ja. Ik kon goed tekenen. Ik hield ervan. Niet van de aandacht, maar wel van... Ja, maar toch wel van de aandacht. Maar... Oké, dat wordt wel heel lang zo. Ik maakte als kind, denk ik, graag mensen aan het lachen. Ja. En ik merkte dat ik... Zijn we al door de tijd? Nee, het is voor mij gewoon... Okay. Ja. Ik merkte dat ik met grapjes, met sketches, met mopjes, met stemmetjes mensen nadoen. Maar je wilde ook cabaretier worden dus? Iets in kleinkunst leek mij wel leuk. Ja. En ik merkte dat ik mensen aan het lachen kon maken. Mm-hmm. En die communicatie, mensen aanraken... Mm-hmm. Herinner je Martin Schimek nog voor? Mensen aanraken jou. Ja. Je niet van houd ik jou aanraken, ik jou toch aanraken. Ja. Die man. Ja. Die deed ik na. Ik deed allerlei figuren op televisie. Dat waren inspiratiebronnen. Vond ik leuk om na te doen en mijn moeder aan de lach te maken. Dat zijn bij uitstek excentrieke mensen. Ja. Ja, en? Nou ja, dat ben je dan misschien ook. Weet ik niet. Ik kom er zo op wat ik als, uiteindelijk als conclusie heb moeten trekken over mezelf. Want ik heb mezelf denk ik wel redelijk doorgronden. Ja. Weet het antwoord al weten? Nee, okay. Ik ben vooral... Want ik probeer nog iets van lijn in het gesprek te krijgen. Maar dan gaat dat... Ik vind het helemaal niet erg dat het gaat wel lukken, hoor. Dat lukt me heel goed, hoor. Dat heb jij niet door, maar het lukt me wel. Het gaat erom van, oké, je kan dus je kan verbaal ben je sterk. Je hebt misschien een soort van ambitie om ook kleinkunst, noemde je al, ook nog misschien willen zingen of zo? Ja, ook nog? Heerlijk. Veel vraag ben je eigenlijk als het gaat om aandacht. Mm-hmm. Maar tekenen, dat kon je heel erg goed. Dan moet je toch op een gegeven moment, je hoeft geen keuze te maken, maar je gaat wel kijken, waar blink ik echt in uit? En dan heb je nog een vader die tegen jou zegt dit is echt goed, ik ga naar de krant. En dat dan... hielp? Ja, nou precies, hielp dat? Hielp heel erg. Of zou je ook kunnen zeggen van, heb ik nou gekozen of heeft mijn vader nou gekozen? Nee, mijn vader heeft niet gekozen. Ik heb echt wel zelf gekozen. Ik denk dat ik uiteindelijk heb gekozen voor datgene waar ik uiteindelijk zelf van dacht dat ik er het meeste slagingskans
in had. Waar ik echt het best in was. Waar je dan echt ook een ster in zou kunnen worden? Ja, als ik iets ging doen, wilde ik er wel proberen de best in te worden. Uitblinken. Binnen mijn eigen capaciteit. Want ik ben wel, dat is een deel van het antwoord van de introspectie, ik ben wel een streber. Ja. Ik ben een ontzettende streber. Als ik iets doe, als ik een spelletje schaak speel, speel ik niet voor het spel. Ik speel om te winnen. Wat helemaal niet verkeerd is. Dus oké. Nee, dat is heel verkeerd. Dat is ontzettend vermoeiend. Nee, dat is helemaal niet vermoeiend. Het is ontzettend vermoeiend. Dat vind ik zo Nederlands dat mensen dat zeggen. Nee, het Waarom? Is vermoeiend. Ja. Voor jezelf. Ja, en misschien voor anderen. Nou, als je echt een streber bent, vind je het ook niet vermoeiend. Ik wel, want dat is de tweede poot van het verhaal. Ja. Ik ben er dus niet alleen achter gekomen dat ik een enorme streber ben, maar dat ik ook een ontzettend vermoeiend mens ben. Voor wie? Voor iedereen die het langer dan een uur met me moet uithouden, maar vooral voor mezelf, want ik moet er de hele dag mee. Ja. De hele dag. Je wordt moe van Af en toe heb ik vrij als ik een migraineaanval krijg. Ja. Of heel veel gezopen heb. Ja. Ja. Gaat vaak hand in hand. En is dit een kwinkslag of is het echt? Bloedserieus. Ja. En je kan jezelf niet beteugelen. Daar is dat stemmetje af en toe voor. Ja, microdosing. En ik weet niet of dat stemmetje is. Ik probeer iets te begrijpen. Is dat nou genetisch? Dat jij dat zo bent? Is dat genetisch? Of waar komt dat vandaan? Ik denk dat het voor een heel groot gedeelte inderdaad de aard van het beestje is. Dat die stem, dat vuur, die wil, die streberigheid, dat is niet aangeleerd. Nee? Dat is niet van thuis uit ingeramd. Dat is geen compensatiegedrag of zo. Dus dat kan. Het is dus je persoonlijkheid aangeboren. Ja, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dan... Misschien, wacht even, hele interessante. Ik bleef even hangen op dat compensatiegedrag. Misschien. Ik ben altijd het nakomertje, de jongste, de kleinste, ook fysiek. Ik ben geen 1,90 meter in een land waar iedereen dat wel is. Mm-hmm. Ik was altijd de jongste in huis, met een 8 jaar oudere broer en een 10 jaar oudere zus. Ja. Is er misschien wel iets... Laat ik zo zeggen, ik zal dat zaadje van dat streberige en dat compenseren, of dat niet compenseren van dat bewijzen, dat zal ik hebben gehad. Ja. Het feit dat ik dus altijd de junior was in het gezin, zal ervoor hebben gezorgd dat zaadje heeft kunnen uitgroeien tot de vleesetende plant die het is geworden. Ja, want of je nou compensatie wil noemen of streberen van. Wat was je, ik zeg even compenseren. Wat was je dan aan het compenseren? Wat houdt het dan? Ik ben ook de jongste trouwens. Ik heb 2 oudere broers. Ik ga straks een projectie doen, maar even kijken wat jij gaat antwoorden. Wat was je dan aan het compenseren? Ik denk om gehoord te kunnen worden. Als jij, als je inderdaad op een gegeven moment een broer en een zus hebt, die, laten we zeggen, toen ik een jaar of 6 was. Toen ik een jaar of 6 was. Ja. Was mijn zus al 16, was mijn broer 14. Ja. Ja, dat heeft geen contact meer met elkaar. Nee, verwijdering. Dan, die broer en zus waren altijd aan het samen klonteren. Die waren stiekem dingetjes aan het doen waar ik niks van mocht weten, waar ze me niet bij wilden hebben. Ja. Dus ik zal op de een of andere manier moeten hebben proberen om überhaupt gehoord te worden. Ja. Maar ook om de aandacht van die twee te trekken. En ik herinner mij nog dat ik op een gegeven moment... hoewel ik dus 8 jaar ouder was dan die broer, die behoorlijk potig was, ging ik mijn broer uit de tent lokken. En we hadden ook vaak echt slaande ruzie. Mm-hmm. En dat is niet verstandig als je 8 jaar jonger bent. Nee. En is het dan ook zo dat, dit is een heel suggestieve vraag, maar het is een theorie van mij, dat als je de jongste bent en je komt dus in een gezin, je bent niet de indringer, je hoort erbij, maar je komt wel later bij. Die mensen, de ouders en de 2 andere kinderen, hebben een gedeelde geschiedenis. Mm-hmm. Dus ze praten ook heel vaak over zaken die gebeurd zijn, vakanties, et cetera. Maar jij weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Klopt. Of ze hadden het over zaken die het jonge Grut had. Of ja, Grut. Is Grut ook een enkelvoud? Nou goed, dat ding dat daar ook nog bij zit. Ja. Niet mocht horen. Dus dan werd er ofwel in het Engels over geschakeld. Ja. Of er werden bedekte termen gebruikt voor iets wat ik nog niet mocht weten. Ja. Dus je werd ongewild een outsider binnen je eigen gezin. Toen de serie, de televisieserie V
op tv kwam. Mm-hmm. Een science fiction serie die met veel poeha werd aangekondigd over buitenaardse wezens die de aarde... Nou, toen die serie begon, ik moest naar boven. Mm-hmm. Ik moest naar bed. En dat was nog niet de tijd dat je dingen kon terugkijken. Dus het heeft jaren geduurd voordat ik die serie eindelijk kon terugkijken. En toen viel die heel erg tegen. Ook buitengesloten worden, hè? Dat is het wel. Je wordt buitengesloten en dan ga je... Dat zorgt ook voor achterdocht. Want ik ben eigenlijk... dat is ook al een stuk minder geworden. Maar ik ben behoorlijk achterdochtig geweest. Ja. Ik heb heel snel de indruk gehad, heel erg lang, dat mensen het over me hadden. En dat is ook een stuk minder geworden, omdat ik me heel veel minder aantrek. Ik weet dat je broer in de zaal zit, maar hij luistert nu even. Heb je broer en je zus dat kwalijk genomen op dat moment? Op dat moment ongetwijfeld. Ja. Maar vooral mijn ouders, vooral mijn vader. Mijn vader was van, hup, naar bed, daar boven jij, klaar. Je nam hem kwalijk van, ik mag hier niet bij zijn, jullie zijn een soort combine daar en ik moet weg. Ja. En inderdaad ook de vieze mopjes die werden verteld. Je had al door dat vieze mopjes waren. Ja. En die bleken ook achteraf totaal mee. Waarom mocht ik die dingen allemaal niet weten? Ja, ja. Maar van die schuine mopjes die dan wel werden verteld tegen die van 14 en 16. Ja. Maar ik moest nog even wachten. En dat zorgt wel inderdaad voor een soort van streberigheid. Maar ook die achterdocht die ik... Ik ga je een heel raar verhaal vertellen. Dat heb ik nog nooit publiekelijk verteld. Nee, we krijgen allemaal nieuwe verhalen hier. Ja, we hebben toch, er zit toch bijna niemand in de zaal. Nee. En die camera's staan ook niet aan, hè? Die paar Groningse bejaarden hier, die zijn toch al in slaap gevallen. Nee, we willen het was, publiek. Nooit. Je was voor zijn rekening. Ja, nooit het publiek. Nee. Ja, vertel. Je wil wat je nog niet hebt verteld. Ik was weer in die leeftijd waarop ik die sukkeligheid die ik net beschreef... Ja. in bed liggen en in paniek raken over de eindigheid van het heelal. We deden op school een tikkertje. Dus in de gymzaal moest eentje was de jager en de andere was het wild. En ik was op een gegeven moment de jager. En ik moest rondrennen en ik moest iemand aantikken. En ik geneer me... Ik heb dit in kleine kring wel eens verteld... en ik geneer me met terugwerkende kracht kapot. Pot voor dit verhaal, want het slaat helemaal nergens op. Maar het geeft... Ik vertel het gewoon. Misschien krijg je het achteraf. Ja, vertel het. Vertel het ook vooral... Rustig. Nu ga ik twijfelen. Ja. Moet ik het misschien toch niet vertellen? Nee, vertel het, joh. Oké. Okay. Wij zijn Groningers. Wij zijn heel relaxed. Ja, blijf jij maar praten, dan kan ik nog twijfelen. Ja, nee, maar god, joh. Ik was aan het rennen en de hele klas... begon te schreeuwen, dus te gillen. Hup met Ruben, hup met Ruben, hup met Ruben. En ik wist niet wat hup betekende. Je wist niet wat hup betekende? Ik wist letterlijk niet wat hup betekende. Ja. En ik werd zo pissig. Ik werd zo woest. Dat uiteindelijk, degene die ik moest tikken, die had ik getikt. Maar al mijn vriendjes stonden, yay! En eentje... Ik herinner me van niemand van die kinderen de naam Guido. Guido had rood haar, van het prachtige rode, echte rode haar. Ja. En Guido was een van mijn vriendjes blijkbaar. En die had ook hup met Ruben geroepen. En ik was zo kwaad. Ik loop naar hem toe en hij heeft volgens mij nog één keer hup willen zeggen. En ik heb hem recht in zijn gezicht geslagen. Ja. Want jij dacht dat hup misschien... Ik wist niet wat hup was. Ik voelde dat idee, er gebeurde iets. Iedereen had het over mij. Ja. En zei een woord dat ik niet kende. Ja. Waarschijnlijk hebben wij thuis in die tijd nooit voetbal gekeken of zo. Ja. Ja. Maar je dacht, het heeft echt een negatieve lading. Ja, en ik voelde me besodemd, omdat ik niet wist wat het was. Ja. En dat mijn vrienden meededen. En toen kwam de juf, die vrouw Gertie of Kitty. Ja. En die zegt, waarom doe je dit? En toen zei ik... Omdat hij hup met Ruben zei. Ja. En ik zie nog die blik op haar gezicht. En ik zag... waarschijnlijk heeft ze gedacht, dit is werk voor de kinderpsycholoog. Maar je viel, wat er werkelijk gebeurde, je viel weer buiten een club. Niet deze keer de club met Ruben. Ja, club. Maar even serieus, je viel buiten die groep. En dat, daar til je dus zwaar aan, kennelijk. Je wil niet in die fase van je leven tenminste... Dat voelde je van die mensen. Weer, niet alleen thuis hoor ik er niet bij, hier hoor ik er ook niet bij. Ja, precies. En dat was blijkbaar toen heel belangrijk om er wel bij te horen. Ja, ja. Was dit al onderdeel van dat je zelf ging doorgronden? Wist je dit al? Nee, ik heb je wel. Dit is meer dan 40 jaar geleden. Dus, ja. En ik geneer me. Ik heb dit dus verder. Ik heb nooit meer uitgezocht of die Guido überhaupt nog leeft. Of ik hem nog kan achterhalen. Ik zou zo graag een keer sorry tegen hem zeggen. Ja. Want ik vond het, waarschijnlijk heeft dat Joch dat al lang vergeten. Maar ik herinner me dit als tot de dag van vandaag zo helder. Omdat ik mij daarna, als je dat jaren later
een plek gaat geven, ja, dan snap je dus wat voor ontzettende lul je eigenlijk bent geweest. Jawel, maar ik denk dat het ook gepaard gaat met schaamte. Ik geneer me hier kapot voor. Het enige feit, de enige reden waarom ik dit zo kan vertellen is omdat ik zeker weet dat de helft van het publiek denkt dat ik het verzin. Dat weet ik niet. Ik denk wel, dat hoop ik. Ik denk wel, dit vind ik ook, dat de helft van het publiek denkt van, goh, til je daar echt zo zwaar aan, ja, dat je nog de naam van die jongen weet. Het is niet dat ik er wakker van lig, maar nee, ik moest wel even. Ik had dus niet, ik heb niks voorbereid vanavond. Nee. Jij ook niet, maar dat merkt het publiek. Ja. Daarom is hij geen cabaretier geworden, mensen. Ja. Ja. Maar toen ik heb letterlijk even gedacht net van, ja, dit vertel ik leuk. Oh nee, misschien niet, want dan, wat, nee, maar het is, wat voor beeld geeft dit, ja, van het je? Het staat toch ergens voor? Het staat ergens voor van het ongemak in groepen. Eerst in je gezin, liefdevol gezin volgens mij, wat ik heb gelezen. Hij wil wijn. En dan ook ongemak in zo'n groep, dat je dan inderdaad, ik gebruik het woord minderwaardigheidscomplex, aansluiting vinden. Dat ging allemaal lastig. En dan kom ik weer even bij die tekeningen. Ik kan me voorstellen, een tekening is toch ook je eigen universum, maar dat kan jij beter uitleggen. Waar jij de regels bepaalt. Ja, absoluut. Die tekening ben ik de baas. Want in die tekeningen, ten eerste hoef ik daar het woord hub niet te gebruiken. Nee. Maar ik kan daarin doen en creëren wat ik wil. En dat ben ik ook gaan doen. Maar als ik net zei dat ik tot de conclusie ben gekomen dat ik echt een heel lastig, een vervelend, een vermoeiend persoon ben, ja, dan meen ik dat echt. En ja, ik meen, wat ik daar aan meen, is dat het vooral voor mijzelf heel lastig is om al dit soort kleine en grote, ja, en minder belangrijke en belangrijke zaken een plek te geven in de afweging van wie ik uiteindelijk ben en wie ik ben, dat, ja, ik anderen de maat mag nemen en dat ik met die tekeningen iets moet vinden van de wereld. Ja, maar terwijl ik zelf iemand ben die als kind iemand op zijn gezicht slaat omdat hij hup met Ruben zegt. Ja, maar dat lastig zijn, vervelend zijn, klieren, dat is een uitingsvorm omdat iets anders niet goed zit. Dat erkenning krijgen, gezien willen worden, dat begrijp je toch wel, dat begrijpt iedereen. Geen kind is, denk ik, intrinsiek slecht bij de geboorte. Een enkeling daar gelaten, maar of zie je dat anders? Nee. Ik denk dat één deel van de verklaring is het nakomertje zijn en altijd het idee hebben dat je bent buitengesloten. Nogmaals, dat zal veel meer kinderen overkomen, maar niet alle kinderen zullen daar zo extreem op hebben gereageerd als ik. Een tweede component, en dat is misschien iets waar jij, je vertelde net, je bent ook de jongste. Ja. Jij komt uit een nog eens veel zichtbare minderheid als ik. Jij bent natuurlijk, niet natuurlijk, ik ga niet voor je invullen, maar jij zult misschien iets herkennen van wat ik nu vertel. Ja. Ik ben dus opgevoed in een totaal niet religieus of fanatiek, maar wel Joods gezin. Ja. Altijd wetende van, wij zijn anders. Want hoe weet je dat je anders bent op het moment dat je er bijvoorbeeld uitgescholden? Op het moment dat kinderen in de klas doorhebben dat jij net iets anders bent, want met het douchen zien ze dat jouw piemeltje er wat anders uitziet. En dan moet je dat gaan uitleggen. Ik ben Joods, dus ik ben besneden. Ja. Dat weet u dan ook weer. Dan voel je je anders. Ja. En dat anders is heel leuk totdat je ruzie hebt. Mm-hmm. Dat anders is heel leuk totdat een leraar jou in de klas anders gaat behandelen. Want werd het dan ook echt benoemd? Dan was je de Jood? Of ja? Ook. Ik praat heel vrij vanavond. Dat is ook dit heb ik nooit ergens publiekelijk verteld. Maar we hadden op de lagere school een meester. En het was ook een kinderboekenschrijver. En hij had een boek geschreven waarin hij zelf, dat het boek dat lazen we dan in de klas, waarin hij zelf schreef hoe hij werd. Mishandeld door een slechte of een vreselijke leraar. En het boek eindigde het verhaal met, en toen nam ik mijzelf voor dat ik later ook meester zou worden, want dan kon ik wraak nemen op kinderen. Dat heeft hij gedaan ook. De man heeft op een gegeven moment. Weet je zijn naam nog? Ja, moet ik dat hier gaan. Nou ja, het boek is geschreven. Ik ga het gewoon zeggen. Ja, Hans van der Waarsenburg, dichter. Mm-hmm. Dichter, kinderboekenschrijver. Ja. Het interesseert mij niet dat ik de naam nou heb gezegd. Nou ja, het is jouw geschiedenis. Het is mijn toch? Geschiedenis. Ja. We moesten kinderpostzegels rondbrengen. Ja. Hoe oud ben je dan? 10? 10, 11, 12, denk ik. Kinderpostzegels rondbrengen op woensdagmiddag. Ik vertelde net, ik kom uit een
Joods, maar niet fanatiek Joods gezin. Ja. Maar wat de enige religieuze plichtpleging die Aaron, mijn broer. Even en ik... context geven, dat heb ik gelezen. Dat er zijn wel mensen gestorven. Van vaders kant zo'n beetje iedereen behalve het gezin. Ja. Vader, zusje en ouders. En van moeders kant iedereen behalve mijn moeder. Ja. Dat Joodse verleden is wel degelijk heel tastbaar. We hebben, laat ik zo zeggen, hele kleine kersttafels. Ook omdat we Joods zijn. Ja. Kinderpostzegels. Kinderpostzegels. Van de gaskamers naar kinderpostzegels. De enige religieuze plichtpleging die mijn broer en ik hebben moeten doen, was onze bar mitzwa. Een bar mitzwa, voor wie die weet, is een... Als je 13 bent, dan moet je... 12 of 13, geloof ik? 12. Moet je in de shul, in de synagoge, moet je iets in het Hebreeuws voorlezen. Bla, 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 bla. En dan ben je een man. Je bent je vooruit al kwijt, maar dan ben je een man. En daarvoor moet je naar Joodse les. Want je moet leren om die Torah van rechts naar links te lezen. Mijn Turks is beter, serieus. Maar dat Hebreeuws ben ik helemaal vergeten. Alleen toen moest je dus, als je rond je 11e, iedere woensdag met de bus naar de andere kant van de stad, waar aan een paar jongetjes die Joodse les werd gegeven. En ik vond dat zo vreselijk. Ten eerste omdat woensdagmiddag alle leuke tekenfilms kwamen. En die moest ik bekijken, zodat ik daarna weer kon tekenen. En ik vond het gewoon niet leuk om anders te zijn. Want ik wilde niet naar Joodse les. Ik wilde niet anders zijn. Ik wilde niks zijn. Ik wilde niet opvallen. Ja. Maar ik moest naar Joodse les. En ik vond het zelf al rottig genoeg. En dan moesten we ook nog kinderpostzegels rondbrengen. Nou, dat ging niet samen. En kinderpostzegels rondbrengen. En om een paar uur 's middags. Dus ik had die kinderpostzegels niet rondgebracht. En de volgende dag bij meneer Van der Waarsenburg. Alle jongetjes die geen kinderpostzegels hadden rondgebracht. Allemaal voor de klas. Eén voor één. En dat ging dan zo van, waarom heb jij geen kinderpostzegel rondgebracht? Ik moest naar voetballes. Is dat zo? Dan ga je ze vandaag rondbrengen. Ja. En iedereen had een excuus, want op woensdag werden er vaak sportdingen. En toen kwam ik als laatste. Mm-hmm. En waarom heb jij geen kinderpostzegel rondgebracht? Ja, wat zei hij dan? Wat zei je nou? Wat blieft? Ik moest naar Joodse les. Die moest naar Joodse les. Oh. Denk jij dat jij bijzonder bent omdat je Joods bent? Voor de klas. Mm-hmm. En ik dacht helemaal niet dat ik bijzonder was. Ik wist dat ik een raar, moeilijk kind was met stemmetjes in zijn hoofd die het hadden over het einde van de zon. Maar ik wilde niet daar moeten vertellen dat ik naar Joodse les was geweest. En ik had wel kunnen verzinnen dat ik op voetbal was, maar ik was een beetje een dikkertje, dus dat geloofde ook niemand. Ja. En toen heeft hij me dus bij mijn arm gepakt, door elkaar geschud en op de grond gegooid. En dat was mijn straf. Hmm. De anderen kwamen ermee weg dat ze de postzegels alsnog moesten rondbrengen. Ik werd vernederd. Nou, dat is een heel verhaal geworden. Ja. Vader uiteraard naar school. En dat had echt met het Joods zijn te maken. En het gekke is... Want hij dacht, jij voelt je verheven of zo. Het gekke is, ik ben later wat in die man zijn... ik ben wat in zijn geschiedenis gedoken. Hij leeft niet meer. Blijkbaar was de man communist. Ja. Nooit is hij betrapt op een antisemitische uitspraak. Maar hij heeft... Laat ik zo zeggen. Ze zeggen wel eens dat je kunt een racistische opmerking maken zonder een racist te zijn. Dat kan. Dan is die opmerking nog steeds racistisch. Maar dat hoeft niet van binnenuit te komen. Ja. Deze man heeft die middag in ieder geval iets heel fouts gedaan. Iets heel fouts gedaan. En ik ben er nooit achter gekomen. Ik ben hem later, jaren later, nog een keer tegengekomen. Dat is misschien van een andere keer een heel mooi verhaal. Ja. Hij heeft iets heel fouts gedaan. Maar dat heeft... Dat moment bedoel dat je? Moment. Ja, okay. Maar dat heeft bij mij er wel ingehakt. Als elfjarige merken dat je, omdat je anders bent, ook al wil je dat helemaal niet. Valt jou inmiddels op dat kleine momenten die misschien ogenschijnlijk voor ons betekenisloos kunnen zijn? Ook al geef je nu... Om wijn gevraagd. Wijn, ja. Ik weet niet of dat... Misschien of iets sterkers mag ook. Menten of misschien... Met anders. Maar, kleine momenten. Dat die kleine momenten zoveel indruk op jou maken. Vind je te veel indruk? Nee, helemaal niet. Het zijn alleen... Kijk, ik heb ook van die hele specifieke herinneringen aan mijn jeugd... die vernederend waren of weet ik wat. Maar er zijn mensen die... waarbij het slijt.
Ja. Dan vergeet je het. Dan, maar bij jou, je zei net al van, weet je, 40 jaar geleden en zoveel jaar geleden. Maar als je erover vertelt, doe je dat met dezelfde passie en het onrecht dat je toen voelde. Dus dat meneer vuur Akjol, is niet minder. Meneer Akjol, we hebben het hier over iemand die nog steeds de WK-finale van 2010 niet terug heeft gezien. Geen moment terug kan kijken. Mm-hmm. Die de teen van Casillas niet kan en wil terugzien. Ja. Als ik ergens passioneerd over ben, dat ben ik over mijn eigen leven, dan kan ik teleurstellingen niet zo heel goed verwerken, blijkbaar. Ja. Is het gepassioneerd of is het meer intensiteit? Ja, ik heb ooit een keer, omdat ik merk ook al mijn hele leven dat ik dit doe. Hè? En ik heb ooit een keer gezegd dat ik dit accepteer, omdat ik ook dat ken. Ja. Even terug naar het voetbal. Mijn broer is een van de weinige mensen die met mij voetbal mag kijken. Ja. Omdat ik mij ook schaam voor de manier waarop ik een voetbalwedstrijd beleef. Ajax of het Nederlands elftal. Ja. Dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Je bent hysterisch. Hysterisch. Maar bij een goal kom ik klaar. Echt, nee, ik schreeuw harder dan de beste seks. De 2-2 van Wout Weghorst tegen Argentinië. Ja. Ik weet ook alle doelpunten van elke wedstrijd van het Nederlands elftal van de afgelopen 36 jaar. Ja. Aaron, kun je zeg ik iets raars? Aaron heeft geen microfoon, maar voor mij zeg je niks raars. Ik geneer mij voor mijn eigen broer, maar ik kan dat. Ik heb geprobeerd om dat. Ook met pilletjes wel eens, kalmeringstabletten, gaat niet. Werkt niet. Helemaal gek, maar bij een uitschakeling, bij een verlies. Ik moet zeggen, de laatste keer viel het er heel erg mee. Mm-hmm. Omdat ik ook wel wist dat we in de finale tegen Spanje geen kans hadden gemaakt. Ja. Maar ik beleef dat zo intens. Zei dat stemmetje dat tegen jou? Nee, dat stemmetje dat gaat weg. Dat gaat tijdens een wedstrijd gaat het echt iets anders doen. Dat heeft helemaal geen zin hierin. Kijk, daar is Ment. Kijk eens aan. Applaus voor Ment. Super, dankjewel. Altijd is ze hier. Ze doet altijd zo goed. Met zoveel geduld ook altijd. Even kijken, we gaan zo naar het publiek. Maar kijk, we hebben nu echt wel een heel goed beeld van jouw wordingsgeschiedenis. Wat je positie was thuis. Nu nog een therapie. Therapie is veranderen. School ook wel. Dan ga je dus richting die cartoons. Dat was al jouw... Volgens mij hebben we het nog helemaal niet over cartoons gehad. Hè? Nee, maar daarom zei ik, dan gaan we nu naar die cartoons. Maar nu begrijp ik die cartoons ook beter. Omdat ik dit allemaal heb gehoord. Want daar we hebben het over fury gehad en passie en intensiteit. Allerlei woorden die voorbij kwamen. Maar het lijkt wel alsof de cartoons een soort magneet zijn waar het allemaal in terecht komt. Dus als jij je boos maakt over iets, en dat is mijn observatie, dan zie ik dat. Kijk, je hebt cartoonisten van wie ik denk, jij moest een cartoon inleveren vandaag. Overtrekken. Of misschien heb je dat eerder ook wel eens gedaan. En daar is je cartoon. Ja. Maar bij jou denk ik altijd, maar hij meent het wel. Het is niet van... vandaag is Dick Schoof beledigd. Laat ik maar een cartoon over Dick Schoof gaan maken. Nee, jij meent het ook echt. Zoals je ook misschien voetbal beleeft. Zoals je relaties misschien beleeft. Dus die intensiteit zit ook in al je cartoons. Klopt. Maar dat lijkt me dus heel lastig als je cartoonist bent. En als dat jouw uitingsvorm is, want dan blijf je tekenen. Ik was ook van plan om... mede vanwege de bedreigingen en het gedoe waar ik een paar jaar geleden mee geconfronteerd werd. Ik was van plan om die documentaire die gemaakt is te gebruiken als moment om er een punt achter te zetten. Die documentaire eindigt er ook mee, omdat dat gesprek had ik vaak met de documentairemaakster. Ik ga nog even door. Want gedurende die 2 jaar of zo dat ik gevolgd ben, veranderde er ook wel iets en dacht ik van... Nee, ik ben nog niet klaar. Ik vind mezelf ook nog net iets te jong om alleen nog maar naar de zee te gaan kijken. Ja. Maar je wilde echt stoppen. Ik wilde stoppen. Niet omdat ik moe was van het werk, maar ik ben wel moe een beetje van de wereld. Laat ik zo zeggen, ik ben heel somber van aard, maar ik kan ook enorm genieten. Dat bipolaire, dat... Maar wil somber in de zin van het einde der tijden is nu niet aangebroken. Het einde der tijden, maar als je dit werk doet dat ik doe en je doet het
je neemt het zo serieus. Dan moet je dus ook alles wat er gebeurt in de wereld als een soort spons tot je nemen. Ik kijk nog maar heel weinig babbelprogramma's. Ik kijk eigenlijk ook geen journaal, of heel weinig journaal, maar ik lees wel heel veel. Ja. En ik krijg heel veel en ik luister heel veel radio. En zeker sinds de Oekraïneoorlog en zeker sinds wat er nu in Gaza gebeurt, ja, en in Israël, ben ik... ik ben somberder dan ooit. Ja. Ik heb zo ontzettend veel ellende, voornamelijk de laatste 2 jaar. En wat gebeurt er met jou? Nou, ik heb als cartoonist specifiek. Ik heb een paar weken na 7 oktober heb ik ineens uit het niets een en dat is heel raar om dit te vertellen, maar ik kreeg vanuit het niets een huilbui. Ik was in Spanje, heerlijk, het was prachtig weer. En ik was, mijn vriendin die had net wat lunch gemaakt en ik had mijn tekening klaar. En ik sta op en ik begin gewoon heel hard te huilen. Ik begin gewoon te huilen. Had je een prikkel daarvoor gehad? Ja, de lunch, was er een prikkel? Ben je, een paar lijntjes koken, maar... Nee, je kan even... Niet in Spanje, kom op zeg. Je kan op je telefoon kijken en een bericht lezen. Je kan een tweet voorbij. Nee, ik had mij... Weet je wat het is? Met prikkel. Weet je wat het is, Eus? Kijk, ik neem mijn werk in die zin serieus. Ik heb een Joodse achtergrond. Dus mensen kunnen, als ze mijn tekeningen bekijken, denken van, oh, hij zal wel vooringenomen zijn in dat Israëlisch-Palestijnse conflict. Ja. Ik was altijd heel... Dat is een eufemisme. Ja. Ik was heel erg kritisch op Israël. Ja. En ik had heel veel moeite. Ik heb een schurfhekel aan Netanyahu en zijn Gideonsbende. Maar er is daar iets op 7 oktober gebeurd, waardoor, en dat heb ik van meerdere Joden, ook die helemaal niet religieus of helemaal niks met die kutstaat Israël hebben. Ja. Er is iets gebeurd waarbij je ineens aan je kladden, bij je lurven werd gegrepen. En nu moet je iets vinden. Ja. En nog steeds vond ik, ik moet proberen beide kanten af te wegen. En dat is zo ver gegaan dat ik op een gegeven moment zelfs jihadistische YouTube-kanalen aan het bekijken was. Om te kijken, wat is de andere kant? En de dingen die ik heb heel weinig willen zien. Maar de dingen die ik heb gezien of heb gelezen, ik heb gewoon zoveel bagger. Ja. Zoveel menselijk leed van beide kanten. Maar ik heb zoveel menselijk leed in een korte tijd voor me kiezen gekregen, dat ik dacht van, hoe kan ik hier iets van vinden? Mm-hmm. Maar ik moet hier iets, ik kan niet ook alleen nog maar tekeningen van gaan maken. Van wie moet je daar iets van vinden? Van mezelf. Ik ben toch geen plaatjesmaker? Ik vind toch dat ik politiek cartoonist ben? Ja. Dan moet ik toch met de dingen die nu spelen. En ik hoef niet iedere dag op die oorlog in te... Maar ik moet daar toch af en toe wat van vinden. Ik kan toch niet doen alsof het niet bestaat? Mm-hmm. Ik kan toch niet doen van, nou ja, vandaag even niet? Mm-hmm. Nou ja, op het moment dat het inderdaad te dichtbij komt... en je een soort van kortsluiting hebt in je hoofd van... ja. Wat gebeurt hier nou precies? En ik las eerder in een ander artikel met jou dat je sowieso weinig sympathie hebt voor Israël door zeg maar, daar binnenkomen. Je wilde liever in Spanje ook wonen, begreep ik, niet in Israël. Ik vind Israël een vreselijk land. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is het stomme dus. Ik heb op een gegeven moment meegewerkt aan een programma van Rob Oudkerk. Mm-hmm. Juist ook over hoe gaan Joden in Nederland om met wat er na 7 oktober is gebeurd. Ja. En hij had datzelfde van, ja, ik heb niks met Israël, maar nu ineens... Kijk, ik woon gelukkig niet in Amsterdam. Maar ik kan mij voorstellen, in een tijd waarin dus die woede van heel veel mensen zich niet alleen maar richt op Israël, maar ook keert naar Joden in het algemeen. Ook Joden die dan geen fuck mee te maken hebben. Kijk naar Herman Brusselmans. Ja. Waarbij ik nog steeds vind dat, ja, je kunt het leuk vinden of niet, maar ik vind de vrijheid van een columnist... Die gaat heel erg ver, zeker als het zijn stijl is. Je kunt het smakelijk vinden of niet, maar dat is een andere discussie. Maar we leven nu wel in een tijd waarin je kunt worden aangesproken alsof jij... Ik neem aan dat jij geen voorstander bent van meneer Erdogan bent. Maar op het moment dat Turkije zou gaan bombarderen weer in Noord-Irak... Ja. Dat mensen hier ineens vinden dat die klote Özkan. Akjol, Özcan. Ja. Je zei dat je zo goed Turks kon, dat gaat helemaal mis. Ja. Biraz abi, biraz. Beetje. Alsof mensen, als mensen jou erop aan gaan spreken... Ja. En jouw kinderen en jouw familie... en iedereen moet ineens er iets van vinden. Ja.
dan word je, of je wil of niet, word je er ineens aan de haren bijgetrokken. En dat merk ik sinds 7 oktober. Ik vind iets van Israël. Ik vind tegelijkertijd ook, omdat dus ik merk er zelf gelukkig heel weinig van, maar het antisemitisme neemt enorm toe door die situatie daar. Merk ik wel dat ik ineens een soort van... het is niet helemaal wat ik bedoel, maar right or wrong, still your family gevoel krijg. Mm-hmm. Uiteindelijk, stel je nou eens voor dat de grond hier toch weer iets te heet onder de voeten wordt. Ja, Irak had ooit een Joodse samenleving, maar daar ga ik niet naartoe. Dan is toch uiteindelijk dat klote land daar, is de enige plek waar ik in ieder geval... niet op de grond wordt gegooid omdat ik een Jood ben. Toch nog een soort van veilige haven. Niet, dat is het. Maar het is, weet je wat het is? Het is alsof je een... ook weer vergelijkingen gaan meestal mank. Maar het is de brandverzekering die je hebt en waar je ieder jaar voor moet betalen. En je hoopt dat je hem nooit nodig hebt. Ja. Nog even voordat ik naar het publiek ga. Jij zei dat je op dat moment... bij je vriendin moest huilen. En dan is zo'n huilpartij voorbij. En dan moet je het gaan uitleggen waarom je aan het huilen was. Lukt dat dan ook? Nou, ze heeft me heel kundig getroost. Ja, maar dat is wat anders. Ik bedoel, maar lukt het je dan om uit te leggen waar die alles overrompelende helppartij vandaan kwam? Ja, want ik schaam mij niet. Ik schaam mij daar niet voor. Ik heb het verbaasde, het overrompelde me, maar ik heb dat meteen kunnen verwoorden. Ja. Ik heb meteen dat. En ik, gek genoeg, ik ben dus niet iemand die heel makkelijk publiekelijk en zo huilt, maar ook als het gebeurt, geen probleem. Maar ik merk dus, als ik erover praat, dat ik datzelfde gevoel weer voel. Ik zou nou, als je me een beetje prikkelt, zou ik dat gevoel en zelfs die tranen weer naar boven kunnen halen. En dat is een... het is niet zo van, oh, wat zielig wat daar gebeurt met die mensen. Mm. Maar het is een... ik weet niet of de wereld... Het schijnt dat de wereld een minder gevaarlijke plek is geworden de afgelopen 80 jaar. En dat het aantal mensen dat door geweld om het leven komt... echt in een soort van curve al eeuwenlang naar beneden gaat. Maar de zichtbaarheid wordt steeds groter. Mm-hmm. Er zijn op dit moment maar 2 grote oorlogen. Irak en of Irak, god. Jemen. Nee, Israël. Ja, Israël. In Israël en Gaza en Oekraïne. Jemen is ook een oorlog. Hoor. Ja, maar de 2 grote conflicten. Ja. Echt grote conflicten waar dus gewoon heel groot materiaal wordt ingezet. Ja. En dat is in de wereldgeschiedenis eigenlijk, dat is peanuts. Mm-hmm. Maar er is ook nog nooit zoveel. Vroeger konden mensen dus niet direct op TikTok kijken als er ergens bommen vielen. Ja, of als jouw cartoons bekijken. Ja, nou ja, dat is dan over het algemeen iets minder gruwelijk dan de echte beelden die vrijkomen. Ja, de bewegende beelden. Juist. Levend publiek, hè? Jee. Zet je schrap. Mag ik iets van licht in de zaal? Jullie mogen nu vragen stellen aan Ruben. En jullie mogen alle vragen stellen die jullie willen. Dus als ik iets niet heb aangesneden, dan mogen jullie dat gerust doen. Ik zie al 2... Jullie mogen ook vragen aan mijn broer stellen. Ik geef hem eerst jou en dan kom ik daarna naar jou, oké? Okay? Ben ik zo goed te verstaan? Ja. Ja, ik heb eigenlijk 2 vragen als de host dat toestaat. Ja hoor, de host staat alles toe vandaag. Ja. Nou, je maakt cartoons, politieke cartoons, voor de kranten. Aan het begin hoorde ik je zeggen van nou, ik doe mijn werk en slinger er dan de wereld in en kijk vooral niet op Twitter. Van krantenlezers krijg je ook niet rechtstreeks directe feedback. Dus ik kan me voorstellen dat je eigenlijk weinig rechtstreeks feedback krijgt op jouw werk, terwijl dat wel jouw werk is. Valt er daarmee niet eigenlijk voor jou een vrij belangrijke drijfveer dan deels weg? Een hele goede vraag. Wat ik bedoel, ik kijk eigenlijk niet meer op Twitter. X. Ik ben daar op een gegeven moment mee opgehouden. Natuurlijk, ik scroll wel eens. En als er wel eens een keer, als ik wat meldingen krijg van mensen die meelezen, van er wordt iets raars geroepen, dan wil ik iemand nog wel eens blokkeren. Of iets, als het echt een bedreiging is, er een melding van, of een aangifte van doen. Maar waar ik dus niet mee bezig ben, is om te kijken hoe een tekening het doet op Twitter en wat mensen ervan vinden. Facebook wel. Facebook heeft een hele andere dynamiek. Ik heb ook bijvoorbeeld aangekondigd dat ik hier vanavond zou zijn op Facebook. Ik weet als ik dit op Twitter doe, dat er een soort rioolreactie komt. Twitter is een ontzettend interessant medium, maar het is zeker nadat Elon Musk het heeft overgenomen, is het eigenlijk ook niet meer heel erg representatief voor
de mensen die mijn tekeningen bijvoorbeeld in de kranten waar ik voor werk lezen. Dus ja, ik kijk nog wel naar de reacties, maar niet meer op alle media. En het grappige is, voor mij belangrijk, voordat ik een tekening de wereld inslinger, hebben er wel al een aantal mensen naar gekeken. En dat zijn geen redacteuren. Dat zijn onder andere mijn moeder. Dat zijn een aantal journalisten, een aantal politici, mensen waar ik mee bevriend ben. Van het hele spectrum, links, rechts, van allerlei verschillende kwaliteitsmedia en journaal of rioolmedia, laten we het zo zeggen. En dan kijk ik eventjes hoe een tekening valt. Vooral als ik erover twijfel. Als ik zelf twijfel over of een tekening goed is, of de grap goed is, of de pun, dan test ik hem even. En ik vind het eigenlijk veel belangrijker om van tevoren inderdaad even te kijken hoe een tekening valt, dan achteraf te vinden of die goed was of niet goed was. Want dan kan ik er eigenlijk toch niet meer zoveel aan doen. Je hebt nog een vraag, toch? Ja, ja. Leuk, dankjewel. Tweede vraag. Je gaat vooral natuurlijk over politiek en geopolitiek. Als je daar heel erg in verdiept en heel erg mee bezig bent en daar ook heel kritisch op bent, dan vind je eigenlijk aan beide kanten van het spectrum, zowel links als rechts, is er eigenlijk altijd wel iets te vinden om kritiek op te hebben. Maakt niet uit wat het onderwerp dan ook is. Maakt het dan ook, je hoeft niet te zeggen waar je op stemt, maar maakt het dan ook dat je zelf heel erg zwevend altijd bent in wat vind ik zelf nou eigenlijk, politiek gezien? Hele goede vraag. Ik heb mijzelf op een gegeven moment al een hele tijd geleden uit die hokjesverdeling van links-rechts gehaald, omdat ik een veel interessantere verdeling vind, progressief, conservatief. Ik ben zelf, denk ik, progressief in mijn denken. En op sommige punten vind ik mezelf eerder links en op sommige punten eerder rechts. Dus ooit was ik waarschijnlijk liberaal, iets links van het midden, progressief. En ik zal nou iets meer naar de rechts zijn naar de rechterkant zijn opgeschoven. Alleen ik merk dat mijn eigen denken, mijn eigen politieke denken al jarenlang ongeveer hetzelfde is. Alleen die partijen die zweven daar enorm omheen. Dus anders dan een zwevende kiezer is er meer een, voor mijn geval, een soort van zijn er zwevende partijen. Ik heb ook vrienden, zowel persoonlijke vrienden als mensen die daar een beroep van maken van de politiek, aan alle kanten van het spectrum. En ik probeer al die mensen dus ook een beetje soms in discussies mee te nemen voor mezelf, voor mijn eigen beeldvorming. Dat vind ik ook belangrijk, nogmaals, voor mijn eigen beslissingshelderheid in waar mijn standpunt per onderwerp ligt. En een laatste punt is, wat voor mij nog steeds ook een hele belangrijke lakmoesproef is, zolang ik positieve reacties zijn hartstikke leuk, prima. Maar negatieve reacties, dan weet je dat je mensen werkelijk hebt geraakt. Zolang ik negatieve reacties krijg van zowel heel erg voor de kijker rechts als links, en dat kan binnen één week zijn dat ik echt word uitgemaakt voor nazi en links rioolrat. Zolang dat gebeurt, en ik doe dat niet bewust, hè. Ik zit dus niet bewust naar te denken van, nou heb ik Forum voor Democratie een keer getekend. Nou moet ik iets van GroenLinks vinden. Nee. Maar zolang ik dus die reacties van beide kanten krijg, weet ik dat ik iets goed doe. Omdat ik het werk niet doe om mensen tevreden te houden. Ik doe het ook niet om mensen boos te maken. Maar ik doe dit, je kunt het heel edel zeggen, door om een soort van prikkelende communicatie bij mijn publiek los te maken. En die reacties, die krijg ik gelukkig. Ook in het, waar we het net over hadden, in het conflict in Gaza, krijg ik in één week tijd, en dat vind ik heel grappig, hè, met mijn achternaam, en ik ben er redelijk helder over dat ik een Joodse afkomst heb, zijn er dus mensen die door mijn tekeningen in dat conflict mij hebben beschuldigd van antisemitisme. Dat is echt... Ja. Dank je. Dat is een heel mooi compliment. Dat klinkt heel gek, maar dat betekent dus dat ik iets in mijn, in mijn afweging, in mijn onderwerpkeuze, maar ook in de manier waarop ik het benaderd doe, waarmee ik een redelijk heldere balans voor mezelf in ieder geval en blijkbaar voor die lezers heb gevonden. We gaan naar de vraag daar. Mag opstaan als je wil, maar ook zitten. U heeft heel veel reacties gekregen op honderden cartoons en zo. Blij, ontevreden, boos. Welke reacties staan u altijd nog bij op uw cartoons? Welke reacties blijf je altijd bij? Op je cartoons. Dus op de cartoons krijg je veel reacties, maar welke reacties blijf je echt bij? Een paar reacties. Eén reactie die ik ontzettend mooi vond. Ik vertelde net dat ik als kind
vaak stemmetjes nadeed van mensen op televisie. En één stemmetje dat ik heel vaak nadeed was van Paul Hane in zijn rol als dominee Gremdaad. En jaren later heb ik een tekening gemaakt over Sigrid Kaag. Waar het een en ander om te doen was. Als heks. Ja, op een bezemsteel. En toen heeft Paul Hane een filmpje opgenomen. En ik ken hem. Ik heb hem nu een keer ontmoet toevallig. Maar ik kende de man helemaal niet. En hij heeft toen als dominee Gremdaad een preek opgenomen over de vrijheid van de cartoonist. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? En dat vond ik zo mooi. Dat is zo mooi als een jeugdheld van je. Ook overigens de stem van Bert. Dat hij het voor je opneemt. Dat vond ik een hele mooie reactie. En een andere reactie die me meteen te binnen schiet is de 5 rechtszaken van Tayyip Erdogan. Prachtig. Mark Rutte maakte er een gewoonte van door als hij werd geconfronteerd met een tekening, ook al was hij dodelijk, te zeggen, haha, mooie tekening, haha, wat is die goed, hè? Ja, daar heb je niks aan. Maar een politicus die zo boos wordt dat hij naar de rechter loopt. Niet 1 keer, maar 5 keer. Ja, fantastisch. Heb jij wel eens spijt gehad van een cartoon? En welke cartoon was dat? Of welke cartoons waren dat? Ik ga een hyperbol niet uit de weg. En ik moet vaak. Ik hou ervan om heel scherp. Dus geen. Niet te denken van, nou weet je wat, laat ik dit maar even niet doen. Nee, ja, en hoe zeggen ze dat? Liever vragen om vergiffenis dan om toestemming. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel eens tekeningen gemaakt waarvan ik achteraf dacht, nee. 2 voorbeelden, eentje zonder naam en eentje met toenaam. Ik heb ooit een keer een bevriend politicus waarvan ik toen wij bevriend raakten en hij nog niet in de kamer zat. En ik tegen hem zei, als jij ooit in de kamer gaat en je wordt staatssecretariabel en er komt een relletje, dan zou ik, ja, dan moet ik je wel, hahaha, met een borrel erbij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Jaren later heb ik hem. Ik moest hem tekenen. Ja. En toen heb ik inderdaad gedacht, als ik hem niet zou kennen, zou ik dit tekenen. En als ik hem. Ik ken hem wel, dus laat ik die tekening afzwakken. Ja. En uiteindelijk heb ik die tekening niet afgezwakt. En ik heb hem precies zo gemaakt zoals ik hem wilde. Zoals ik hem zou hebben gemaakt als we elkaar niet hadden gekend. We zijn nog steeds bevriend. En achteraf denk ik, het voelt alsof ik heb willen bewijzen dat ik flink ben. Als die politieagent die jou aanhoudt en je hebt net iets te hard gereden, maar ik ken jou, dus ik kan je niet laten gaan, ik moet je bekeuren. Terwijl als ik je niet had gekend, had hij je misschien laten gaan. Maar juist omdat die agent je kent, moet hij je bekeuren. En ik vond dat iets te achteraf misschien iets te flink van mezelf. Terwijl hij zegt, je zou geen knip voor je neus zijn waard geweest als je het niet had gedaan. Hij was niet boos. Hij niet, zijn moeder wel. Het tweede voorbeeld is, heel erg lang geleden heb ik bij. En ik vind je mag een tekening heel zwaar aanzetten. Het moet functioneel zijn. Het middel heiligt alle doelen. Als het doel heiligt. Ik heb geen idee wat ik wil zeggen. Het doel heiligt. Ik heb een tekening. Ja, ik heb echt werkelijk geen idee hoe je het zegt. Ik heb een tekening gemaakt bij een artikel en dat ging over. Taal- of rekenonderwijs. De helaas onlangs overleden Marc Chavan had een column geschreven waar ik wekelijks bij tekende. En in diezelfde tijd kwam dat vreselijke filmpje van die Amerikaan Foley, die werd onthoofd door IS. Ik heb dat filmpje zelf niet willen kijken. Maar dat beeld, die stil, die foto stil. En wat ik vaak in mijn stijl doe, dat ik een beeld dat die week of in die tijd of überhaupt bestaat, hergebruik, een soort sample gebruik van bestaande beelden in een andere situatie. En dat beeld van die man, je zag niks gruwelijks met die tekening, maar je zag iemand zitten voor hem, een gele overal. Misschien als ik het beschrijf, weet u wat ik bedoel. En die moest iets voorlezen van een stuk papier. En daar stonden 4 mannen, gemaskerde mannen, achter hem. Dat is een foto stil en later in dat filmpje werd die man onthoofd. Maar ik weet niet meer precies hoe. Het is heel erg lang geleden, maar hij schreef, dat was het, in de tekst, er stond iets over de rekentaliban.
Dat was, geloof ik, de punline. Dus dat het rekenonderwijs of de mensen die zich daarvoor inzetten, of de mensen die zich juist ervoor inzetten, dat minder belangrijk. In ieder geval, hij vergeleek dat met het extremisme van de Taliban. En in mijn gekke cartoonistenhoofd werd 1 plus 1 2. En ik heb toen iemand laten voorlezen. 3 keer 3 is 9. Dus dat is zo'n rijtje. En achter hem stonden de mensen klaar om... En achteraf, ik heb daar toen wel een paar rare reacties op gehad. Maar dat zo'n tekening, die dus echt in mijn hoofd klopt. En de beeldentaal klopt ook, het moment klopt. En achteraf denk ik van, ja, maar dat kan wel kloppen. Maar het is op dat moment een veel te zwaar beeld. Met een veel te zware implicatie voor een onderwerp dat, ook al staat er het woord Taliban in, achteraf heb ik daar spijt van gehad. Nou ja, in bijna 25 jaar tijd, één keer een misstand. Nee, maar dat herinner ik mij heel erg als een voorbeeld van een tekening die ik achteraf zelf niet kies vond. Ja. En, ook niet leuk, want niemand lacht. Nee. is er, ja, tuurlijk, meneer. Ik kom even naar u toe. Wacht even hoor, want anders verstaan we niet. Alsjeblieft. Hey, ik wil vragen, is er ook een cartoon door de kranten geweigerd? Dat gaf dat heel veel problemen. Die helaas niet. Ja, er zijn verbazingwekkend weinig tekeningen geweigerd. Omdat ik voor over het algemeen vrij fijne kranten werk. Ooit is er een keer... Er zijn in de NRC in al die jaren 2 tekeningen geweigerd. Dat ik me herinner. Eentje was ik het mee eens, eentje was ik het niet mee eens. Ik had een tekening gemaakt over toenmalig minister Gert Leers. Minister van, wat was die, immigratie... En de krant had iets over hem gepubliceerd en moest dat corrigeren. En ik had toevallig die dag ook gekozen voor een tekening over hem. En die tekening zou toevallig door de opmaak van de krant naast dat artikel komen over het hoofdredactionele rechtgezetje. En toen heeft de toenmalige hoofdredacteur in zijn wijsheid besloten van nee, die tekening gaan wij vandaag even niet plaatsen. En daar had ik volledig vrede mee. Niet omdat die tekening werd afgekeurd, maar omdat het heel gek zou uitzien dat de krant een rectificatie over de beste man plaatst naast een tekening over de beste man. Dus dat vond men toen niet handig. Daar was ik mee eens. Een andere keer heb ik een tekening gemaakt voor diezelfde krant. Over Abu Jaya, die toen geloof ik zomergast was. Ja. En die noemde zichzelf wolf in schaapskleren. En ik heb daar toen de dag daarna een tekening over gemaakt. Ik heb hem als de wolf, de boze wolf van Disney gemaakt. Maar niet in schaapskleren, maar hij had een lammetje, een van de biggetjes geslacht. En over zijn hoofd, nou ja, daar kun je van zeggen, oh, smakeloos. Maar de man is niet moslim. Het is een Arabische christen. Agnost, begreep ik inmiddels. En van, geloof ik, Arabische christen, christelijke afkomst. Maar die tekening vond men uiteraard... die vond men achteraf, toen de reacties kwamen, zo kwalijk dat hij van de... hij stond al op de pagina in de krant, maar men heeft hem toen online verwijderd. En dat vond ik echt een zwakte bot. Ja. Daar heb ik toen ook mij ook publiekelijk over uitgesproken, dat ik dat niet vind kunnen. Dat werd ook een polemiek met Ben Ali toen toch ook? Was dat tekening? Ja, dat is jaren later. En hij zat toen in een jury van een prijs, geloof ik, Ben Ali. Hij zat in een jury van de Inkspotprijs, waar ik wel nog aan deelnam. Ja. En hij moest mij een week later beoordelen. En toen heeft hij getweet dat ik een nazi-tekenaar was. Ja. En dat prima, alleen toen heeft hij wel zijn... Hij was onbekend met je achtergrond. Ja. Nou, is het ook niet de allerslimste. Ja. Ook niet de beste schrijver trouwens. Maar dat zijn twee voorbeelden van tekeningen die zijn geweigerd of achteraf zijn... Is er nog... Ja, meneer, tuurlijk. Je bent... volgend jaar word je 50. Hou je mond. Ik dacht wel, het is een gevoelig onderwerp. Ja, nee. En bij de Volkskrant, je collega Jos Collingon, die moet wieberen in verband met verjonging. Je van toren komt. Als ik zo in de zaal kijk, dat is bijna allemaal grijs en allemaal wit. Weet jij wel jongeren aan je te binden? Dat valt eigenlijk reuze mee hoor, vandaag. Met, laatste verstond ik niet. Weet je wel jongeren aan je te binden? Mijn vriendin is 12 jaar jonger. Nee, maar ik bedoel, ben jij een cartoonist voor de oudere generatie of word je ook een beetje breed? Laat ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat de media waar ik voor werk überhaupt op sterven na dood zijn. De krant wordt veelal gelezen door oudere mensen. Ja.
Dus ja. Dan heb je ook automatisch van het oude publiek. Maar als ik mijn teken kijk, ik zit op Twitter. Ik vind het een vreselijk medium. Maar als ik een tekening heb die het een beetje goed doet, dan wordt die heel veel gedeeld. En door mensen die krant nooit zien. Ja, maar dus... moet je dan niet naar Instagram? Want daar zijn... Sorry? Ja, Instagram zit ik op. Maar ik vind het allemaal zo... Ik ga niet op TikTok. Dus het is allemaal waar wat je zegt. Overigens is het verhaal van Jos Connion... ligt volgens mij ietsje dieper en genuanceerder dan enkel het feit dat hij vanwege verjonging weg moest. Ja. Jos Connion werd de afgelopen jaren steeds vaker beschuldigd van antisemitisme. Omdat hij alleen of heel erg op dat Israël inzoomde. En zich ook bediende, helaas, van... beeldspraken, metaforen en uitspraken die je met enige slechte wil inderdaad antisemitisch zou kunnen noemen. In dat afscheidsinterview was het ook wel redelijk antisemitisch, toch? Ik heb Jos Connion altijd verdedigd, in ieder geval publiekelijk. Omdat ik vind dat een cartoonist en een columnist... het zou gek zijn als ik het anders zou vinden, een enorme vrijheid moet hebben. Ik heb wel ook altijd gezegd dat ik vind dat hij zichzelf heel kwetsbaar maakt door zo activistisch te werken. Kijk, mij werd wel eens verweten van... ja, jij moet altijd die Turken hebben. Ik maakte 3 tekeningen over Erdogan in een jaar. Maar dat waren de tekeningen die mensen eruit haalden... en die dan op bepaalde websites werden gedeeld... en met een verhaal erbij van... deze tekenaar haat Turken. Is niet waar. Jos Connion maakte... van de 50 tekeningen per jaar maakte hij er 20 over Israël. Dan zit je inderdaad heel erg op één... En als je dan zijn Twitter-feed zag... continu Israël, 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 Israël. Dan maak je je als opiniemaker maak je je heel erg kwetsbaar... omdat je het te makkelijk maakt voor jouw tegenstanders... om te zeggen, ja, maar hij zit in die hoek. Wat ik dus absoluut niet wil... Ik ben er heel bang, bang. Ik ben er bang voor, ik ben er beducht voor. Ik ben er beducht voor dat mensen door een aantal van mijn tekeningen achter elkaar te leggen... zouden kunnen zeggen, oh, maar hij heeft een hekel aan Wilders. Ja. Of, oh ja, maar hij is links. Of, oh ja, maar hij is Forum voor Democratie stemmen. Nou, meer van misschien, hij is activistisch. Ik wil daar zelf voor waken en ik vind dat hij dat niet heeft gedaan. Ja. Deze jonge dame heeft ook nog een vraag. Ja, ik ben 50 inmiddels. Ja. Het is best te doen. Je ziet er veel jonger uit. Ja, heel goed. Jubeljaren. Dus, ik had even een vraag eigenlijk over de schets zeg maar, van een jongetje... dat volop aan het tekenen was. En dan nu een bekende politieke cartoonist. Wat drijft de politieke... iets aan de kaak willen stellen... of wat zit daar nog in van het willen tekenen? Dus vooral bezig zijn met die creativiteit. En kun je je dan ook voorstellen misschien dat uiteindelijk... daar ook een ontwikkeling gaat zijn, misschien wel weg van politiek... Dat er een ontwikkeling kan zijn weg van die politieke cartoons... naar een andere manier... met je creativiteit. Goeie vraag. Die weg, die kan ik mij voorstellen... maar die zal nooit leiden naar de politiek. Die zal nooit leiden naar Den Haag. Nooit. Of überhaupt iets dat te maken heeft met actieve politiek. Nooit. Nee, ik vind politiek vies. Ik geloof dat de vraag verkeerd wordt geïnterpreteerd... maar dat gaan we nu onderzoeken. Ja, zo bedoelde ik hem niet. Wat ik bedoelde is, en politieke cartoonist... dan ben je, dat is een heel specifiek vak volgens mij... maar in die tekenwereld meer kun je jezelf voorstellen... vanuit juist je tekenen, dat je dat ergens anders gaat brengen... even los van de politiek. De kunstzinnige tak. Ja. Ja. Oh, nee, nu snap ik hem en nu is die vraag ook een stuk beter. waarschijnlijk het antwoord ook. Of in een strip of sporttekeningen of kunstzinnig inderdaad. Gewoon iets anders met dat talent. Voor mij is het altijd zo geweest dat ik dus dat tekenen heel graag deed. En daar heeft zich een tweede passie naast ontwikkeld. En dat is de politiek, de wereld in grote zin. Het begon met het universum en de zon en dat werd wat kleiner. Ik wist altijd dat ik... ook door het klimaat waarin ik opgroeide, voornamelijk die iets oudere broer... maar ook de gesprekken die bij ons thuis aan de keukentafel plaatsvonden... excuseer. Discussiëren was bij ons, en dat ging er heftig aan toe... discussiëren werd bij ons met paplepel ingebracht. Dus ik wist dat ik iets... Dat ik,
iets wilde met die mening die ik ontwikkelde. Daar kwam dat die kunstzinnige component bij. En ik heb dat in elkaar geschoven. Dus was de keuze voor politiek cartoonist een logische. Als ik die politieke component, die ook omdat ik een klein beetje al inderdaad aangaf dat het me soms te veel aan het worden is, hoewel ik nog maar 50 ben bijna. Als ik die weg zou gaan nemen, dan zou die artistieke component misschien overblijven. Tenzij ik wijn ga verbouwen in Zuid-Spanje. Wat ook een serieuze optie is. Hoewel het klimaat daar niet helemaal geschikt is voor de soort wijn die ik lekker vind. Maar die zoete bocht, ja, iemand moet hem maken. Als ik dus inderdaad op een gegeven moment zou kiezen voor een andere levensinvulling, dan kan ik mij voorstellen dat het wel in de kunsten plaatsvindt. En dan wordt het misschien vrij schilderen, tekenen, een graphic novel. Leuk. Dus het is mogelijk, maar ja. Ik ben nog zo jong. Nou ja, als je zegt ook van soms wordt het me te veel, het nieuws, en ik denk ik wil gaan stoppen, dan zijn er nog wel afslagen die je kunt nemen zonder het tekenen helemaal dat talent te verlogen. Ik heb een klein schetsboekje en dan maak ik op vakantie soms, als ik op reis ben, maak ik kleine aquarelletjes. Mm-hmm. Ik heb dat boekje nou geloof ik een jaar of 15, daar staan 10 tekeningen in. Ja. Ik werk daarnaast aan een dichtoeuvre met een snelheid van 1 gedicht per 8 jaar. Ja. Dus ik wil rond mijn 80ste wil ik een hele dunne dichtbundel met eigen tekeningen uitbrengen. Mooi, dat is perspectief. Dan weet je waar je naartoe werkt. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Hoe beviel het met levend publiek? Ja, heerlijk. Ja? Volgende week bij mij. Als jij de treintickets betaalt, komen ze hoor. Volgende week niet bij mij. Ja. Nee, heel erg bedankt. Ik dacht trouwens dat Joep van het Hek hier zat. Zie je dat? Ja. Ik denk, die gaat zo direct ook nog een vraag stellen. Die is waarschijnlijk... Hij lijkt er echt op, hè? Ja, nou, Joep is in... Maar het fijn nu het licht aan is, kan ik jullie ook even bekijken. Ja. Joep is in Italië. Ruben, heel erg bedankt. Bedankt voor je openhartigheid. Ja, graag gedaan. En ik denk dat we echt wel iets meer van je hebben geleerd ook, van wie jij bent. U erg bedankt voor de aanwezigheid, voor de vragen. Dit was de laatste in de reeks. En als we er volgend jaar zijn, dan leest u het op tijd op de website van Forum. U kunt dit ook nog terugkijken op de website van Forum. En het komt allemaal goed. Ik wens u een fijne avond voordat Ruben nog iets gaat zeggen. Ja, deze meneer wil nog een vraag stellen. Heb jij een poster van jouw tekeningen? Posters? Nee, maar als je ze downloadt van Facebook, dan kun je ze uitprinten en je mag ermee doen wat je wil. Bent u op zoek naar een poster? Ik heb die documentaire gezien. Er zijn geweldige tekeningen en shockeren. Ik vind het onder discussie op gang te brengen helemaal prima. Ik zal erover nadenken. Misschien een heel goed idee, maar nu gaat eerst Eus mij nog knippen. Misschien moet je een webwinkel gaan beginnen met die... Nee, maar er wordt me ook wel eens gevraagd of ik boeken uitgeef en dat soort... Ja, ik heb er allemaal helemaal geen tijd voor. Dat is heel veel werk en je verkoopt er 50. Dank wel. Mag ik een applaus voor Ruben? Ruben, heel erg bedankt. Dank je wel. En dat was het. Fijne avond, mensen.